Dan Vaste Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Dan Vaste Radio. Sabi, Sabi. Corona gedoe, Isabel. Het enige wat ik daarover kan en wil zeggen is dat je... laten we goed op onszelf letten. En ja, laten we die aanwijzingen volgen. En laten we ervoor zorgen dat je een konkies probleem dus dan is het, dat is het enige. Dat gezegd hebbende, ja, moet ik eerlijk toegeven. Het is niet mals om te zien. Vooral hier in Nederland door mensen, want ja, ik kijk er met heel andere ogen naar. Want ja, kijk, wanneer je ziet in Nederland die economische belangen worden vooropgesteld. En ja, dan zijn de rapen gaar natuurlijk. Maar ja, je nodig een bakker natuurlijk. Voel contact dat je gaat dingen helemaal afsluiten en een soort rustpauze inhouden. Dat niemand, dat mensen zo min mogelijk in contact komen met elkaar. Dus ja, maar ja. Het is moeilijk, mensen. Je zal je moeten neerleggen naar die aanwijzingen die de regering daartoe uitvaardigt. En ja, je wil geen dwarsloper zijn natuurlijk. En dan ja, moet je dat maar gewoon aanhouden, Isabi. Want het is moeilijk. Ik blijf u zeggen, het is niet mals om... hiermee geconfronteerd te worden. Want ja, kijk nou, wij zitten, en vooral de Surinaamse gemeenschap, onze doelgroep, die zijn ook, ook het doelgroep die zo'n beetje in aanmerking komen, laat me het voorzichtig zeggen, Isabel. Dus ja, we moeten hier vreselijk voorzichtig mee omgaan. En ja, hierin, laten we eerlijk wezen, iedereen wil een beetje langer leven naar de Wandati. En ja, je nou aan kon aan ons is dat je dat kooski. En ja, wanneer je die verhalen hoort, ja, dan... is het niet maals, mensen. Maar daarom, ik ga er niet veel over zeggen. Alleen ja, met name, laten we goed op onszelf letten. Isabel, we zitten hier met 17 miljoen. Het is een andere koek dan als je bijvoorbeeld zou zitten met dat ding van, 500.000, ik weet niet, 600.000 mensen die in... Suriname woonachtig zijn. Ja. Maar dat gezegd hebbende van Suriname, mensen, Isabi, wij dragen Suriname een warm hart toe. En ja, je kan dat niet uitleggen aan Surinaamse mensen. Het is niet anders. Het is vreselijk. Even kijken wat mensen. Goedemiddag, meester. Uw achtergrond druk. Klinkt als een kleine wojo. Ja, geroezemoes. Ja, ik heb ze eruit gestuurd. Dus goed zo. Maar even bij de dag blijven, mensen. Coronavirus ook in Suriname toegeslagen. En ja, dan hou je je hart vast natuurlijk. Want ja, het is een beetje moeilijk om... een land als Suriname die dit soort dingen gaat moeten doorstaan. Dat is een hele kwalijke zaak dat in Suriname gaat spelen. Omdat ja, Isabi, if in de andere lekkies in Europa, met name kijk naar Spanje, kijk naar Italië, kijk naar al die Europese steden die het zo moeilijk hebben, de last van zo'n 500.000 mensen. En dan stuit je nog op dat probleem van, hoe heet het, dingen. Onze beleidsmakers, mensen. Want onze beleidsmakers, ja,
Dat is, die gaan voor een vreselijk probleem zorgen, ja. Is het een probleem dat je kijkt naar coronavirus? Nou, maar nog geen advies om dat je komt. Je bent welkom naar de man dat hij is, ja. Het is een externe probleem, maar die wel een interne oplossing behoeft. En ja, aan moeilijk mensen. Weet je zit met mensen die niet stil willen zitten, ze willen reizen. En ze willen zaken doen, ze willen op en neer gaan. En ja, probeer dat maar aan mensen uit te leggen, Taki. Ja, nou, even niet. Dat gaat je niet lukken. Dat is wat er in Suriname ook speelt, mensen, met name in de gezondheidszorg. Look nou, wanneer je gaat geld moeten investeren, wanneer deze ziekte zich aandient. We kennen gemiddeld zo'n 10 jaar geleden, en hou me te goede, maar toen hadden we last van SARS, ook weer zo'n ziekte, die vanuit het oosten kwam, en ja, het heeft flink huis gehouden, en als je kijkt naar wat deze doet, het coronavirus, dan moet je kijken wat er met de beurzen gebeurt, mensen. Dat geld, vele mensen zijn een hoop geld kwijtgeraakt. En dan moet je niet alleen aan geld gaan denken, maar ja, Isabi, geld, geen geld, dat wil zeggen dat je niet kan investeren in bedrijven, geen werkgelegenheid, geen productie, niet, Isabi. Iemand schreef hier voor me, ik hoorde gisteren de MOVO-garantie van Suriname. Ik denk dat eerst besmette persoon is overleden. Ja, ik ga daar voorzichtig mee zijn hoor mensen, Isabi. Omdat uiteindelijk komt het erop neer dat je hoort een hoop uit Suriname komen. Maar, en... Laat me het ook openlijk zeggen hoor mensen. Kijk, je hier maar los aan het tak in Sernang en van officiële instanties. Maar in hoeverre je die officiële instanties moet gaan geloven. Ja, ik heb er een hard hoofd in. Ik zeg je eerlijk, het lukt me niet. Als ik dat zie, zeg ik, nou, ik heb daar geen vertrouwen in. En ja, dat... maak het moeilijk. Het moment dat jij een onbetrouwbare regering hebt en onbetrouwbare mensen die het woord gaan voeren, ja, dan zijn er rapengaar mensen. Dus ja, ik ben er vreselijk voorzichtig mee om een uitlating te doen daarover. En ja, Isabi in Suriname wordt met alles politiek gespeeld. En dat maakt het stukken moeilijker. Omdat, ja, Isabi, kijk, dit soort dingen behoeven geen politieke motieven te hebben. Je moet er gewoon voor zorgen dat je dit ding aanpakt en dat je de Surinamer geruststelt. Maar in Suriname gaat dat niet, mensen. Isabi, we zijn vreselijk ontspoord en het gaat ons niet lukken. En waarom ik zeg van, ja, kijk, ik heb er een hard hoofd in, ja, de... Als je ziet dat de ziekenhuizen overhoop liggen met de overheid, de staatsziekenfonds, een paar weken geleden hadden we het over die meneer Humphrey Hasrat. En ik heb u laten horen van wat voor puinhoop die mannen daar gecreëerd hebben en hoeveel ellende zij daarvoor gezorgd hebben, hè, Isabi. Met name dat beleid dat ze gevoerd hebben. Ja, het is niet mals. Het is totaal niet mals. En die geruchtenstroom uit Suriname, die begint extreme vormen aan te nemen. In Suriname wordt alles ontkend, omdat later dat ding te kwalificeren als een soort gossip. En dan, ja, weer later, dan zie je van, ja, oké, leuk, maar het bleek toch waar te zijn. Maar ik ga me daar niet aan wagen, hè, mensen. Hou me te goede. Want ja, als dat moeilijk is, zou je in elkaar doen als dat hier. Dus ja, we
moeten gewoon de berichten afwachten. Alleen, nogmaals, als je die berichtgeving krijgt van mensen waarvan je al op voorhand weet, takkie, ja, maar nee, vertrouw me aan dat zo, zei takkie. Daarnaast, kijk, die vicepresident die houdt een persconferentie. Maar je weet op voorhand al, takkie, ja, man, dat no, man, doe niks. Ook al, takkie, alles wat zijn niveau, doe die, dat, die en zo. Maar ja, die man is... De president van de Republiek van Suriname heeft zelf gezegd van, jere, kijk, er zit een presidentieel commissie rondom deze vicepresident. En die gaat hem zogenaamd begeleiden naar de Sanie. Eigenlijk een buffet van onvermogen. Ja, man. Dus ja, ik zet een presidentieel commissie om je heen en ja, die gaat dan kijken hoe we die vicepresidentschap moeten aankleden en invulling moeten geven eraan. Ja. Nou, ik zou al lang bedankt hebben, want dat wil zeggen, het vertrouwen is in je opgezegd. En dat is ook het geval bij verschillende ministeries. Men, sommige ministeries die hebben een presidentieel commissie om zich heen en die neemt dat besluit over en die gaat het beleid bepalen. En ja, zo'n minister zit er voor spek en bonen. Hey, ja, omdat de grondwet eist dat er een minister moet zijn en niet een presidentieel commissie. Maar die Bouters heeft een eigen regering eigenlijk opgezet en daar worden de besluiten genomen en daar worden die dingen... De berekeningen, calculaties, naar hoe of wat, alles wordt daar zo beslist. En ja, dan krijg je het hier zo DNA. Ga maar doen wat je daarmee wil, dit is het en daarmee moet je het doen. En ja, hoe is het zover gekomen? Die DNA heeft dat zover laten komen. Want ja, als je die mannen gewoon... Als je je taak naar behoren had uitgevoerd zoals de grondwet dat vereist van jou, dan weet jij dat jij dan dit soort toestanden en tafereelen in Suriname nooit zou krijgen. Dan zou iedereen zich aan het ding houden. Maar het is niet gebeurd. Waar ik me een beetje zorgen om maak is die Surinaamse mensen. Kijk, even een uitbraak vinden plaats en ja, die uitbraak gaat dan... Mensen moeten naar het ziekenhuis, naar de Sanatida. Hoe ga je doen dan? Want ja, de man, ze hebben dat geld aan zichzelf besteed. En oké, okay, je hebt ook een beetje ziekenhuis daarbij. Wanika ziekenhuis dan, Mickey. Maar ja, ik wens je veel succes naar de Sanatida. Want ja, je weet donders goed dat die propaganda die er omheen zit. Ik kan doen, maar het zijn die Chinezen die gaan bepalen hoe of wat. We gaan kijken, mensen, waar het schip staat. Ik blijf bij die ziekenhuizen. Die ziekenhuizen, die... Je hebt slecht beleid gevoerd. Geld dat je moest investeren in het ziekenhuis... heb je gewoon in je eigen zak gestopt... door middel van het kopen van panden. Zorghotel, waar er vreselijk geknoeid is. De rechter moest eraan te pas komen... om de veiling van het zorghotel stop te zetten... Libi Makandra, ook weer zo'n instituut. Leuk, maar dat is niet jouw taak. Dat geld voor volksgezondheid is niet daarvoor bestemd. En ja, ga dat maar uitleggen, mensen. Ik wens je veel succes. Het resultaat, ziekenhuizen die zitten er in Paramaribo. En die hebben weinig voorraden, kunnen geen salarissen betalen naar de Sandati. En het meest erge van het geval is, Taki Lukuno, er wordt keihard gelogen in Suriname. Kei en keihard. Dat is het meest erge. Ja. Men ontkent gewoon het probleem. En men gaat gewoon de aanval in. En ik weet, mensen, de beste verdediging is aanval. Dat kan. Maar ja, die is naar gezondheidszorg. Afgelopen week was er een debat in het parlement... En die minister van Volksgezondheid, die werd op het matje geroepen. Een interpellatievoorstel van de oppositie. Oké, okay, leuk. Maar als je ga maar luisteren naar die informatie die hij je geeft. Dan ben ik zo beter. Ga maar luisteren, ja. Het interpellatievoorstel over problemen in de gezondheidszorg is maandag in behandeling genomen in de Nationale Assemblee.
Bij het ministerie van Volksgezondheid is er geen informatie bekend over een brief die handelt over een betalingsachterstand van ruim 300 miljoen SRD aan de ziekenhuizen. Dit zegt minister Antoine Elias in reactie op verklaringen van de Vereniging van Medici in Suriname die via de interpellanten aan de orde zijn gesteld in de Nationale Assemblée. Bij het SZF is geen brief bekend van een openstaande schuld van 300 miljoen SRD. Niet van de ziekenhuizen individueel en ook niet vanuit de Nationale Ziekenhuisraad. De laatste meeting met NZR dateert van vroeg in 2019. Het SZF en de ziekenhuizen zijn wel in een matching procedure om gezamenlijk vast te stellen of er eventuele verschillen bestaan in de declaraties en de afhandelingen. Vraagstelling hoe SZF-verzekerden zonder bijbetaling hun zorg gegarandeerd kunnen krijgen. Indien een SZF-verzekerde zijn eigen bijdrage. Ja mensen, kijk, er is geen, niks is bekend van een schuld dat de ziekenhuizen hebben van 300 miljoen. Ja, dat de staatsziekenfonds de schuld heeft aan de ziekenhuizen. Ja. Hoe ga je er hiermee om, mensen? Want ja, kijk nou, als de DNA dat niet heeft, leuk, Isabi, tegen ze zeggen van, ja, moet je luisteren, kijk, als je het niet hebt, prima, wij kunnen het voor je sturen, hoor, dat brief. Want ik heb dat brief wel. En ja, oké, leuk, want ja, men ontkent dat ding gewoon. Dat is dat probleem waarin Suriname is verwikkeld. Oké, en daarom zeg ik van, kijk, als jij je lot in de handen van deze mensen legt, ja, ik wens je veel succes. Even kijken hoor mensen, nog een stukje. Speaker, hoor je, het is corruptie. Als de specialisten, of dan wel ziekenhuizen, achterstanden hebben en geschreven hebben aan het SZF, dat het parlement ook inzage daarin kreeg. Dat is van beide kanten gevraagd. Want als die brieven hier zijn, mogen ze gegeven worden. U zei de afgeronde jaarverslagen gaat u sturen, dat is goed. En de meeste leden hebben aangegeven dat ze in elk geval vanuit het ziekenfonds zijn geïnformeerd. De leden vragen nog naar een evaluatie van de hoogte van de overheid. Daar. Ja mensen, dus er is geen schrijven en men weet het niet. Het is nooit geweest, Isabi, de man Isabi, terwijl zelf hier zo. En ja, voor standvaste luisteraars die geïnteresseerd zijn, ik wil best wel een schrijven overleggen waarbij ik kan aantonen dat deze mevrouw gewoon zit te liegen. En ja, de hele coalitie zit te liegen. Want er is wel degelijk een schrijven. Er is zelfs een missieve. En een missieve is een ambtelijk besluit. Hè? De Raad van Ministers heeft op 29 november een besluit genomen. En heeft dan toegezegd. En heeft dat bedrag ook gespecificeerd, hè, van wie hoeveel krijgt. Het Slaans Hospitaal, Mongra Medisch Centrum, Academisch Ziekenhuis, Psychiatrisch Centrum, Diakonesse en Sint-Vincentius. Dat schrijven heb ik gewoon hier zo. En ja, kijk, daarom zeg ik van het moment dat je ziet dat die Surinaamse mensen, deze mensen in de DNA, zo omgaan met jouw zieke gezondheidszorg, ja, dan is het eindzoek, mensen. Mensen, het is treurig gesteld. Ik heb er geen woorden voor over. Dus wij gaan die Surinaamse mensen vreselijk veel sterkte toewensen, vooral met deze beleidsmakers. Ik wens je veel sterkte toe met deze beleidsmakers.
iemand schreef hier voor me, weet je wat ik zo stom vind van Suriname met die coronageval? Ze moeten niet vergeten dat er ook Surinamers die op vakantie zijn in andere landen, die willen ook terug naar Suriname. En dat sommige mensen zo stom reageren van de corona komt van Nederland. Men vergeet hygiëne in Suriname. Ja. Er komt zoveel uit Nederland. Maar ik moet daar toch wel op zeggen van ja, inderdaad, als jij vandaag bijvoorbeeld de Parijse ambassade in Frankrijk goed had bestuurd en geen corruptie had gepleegd, dan ja, hadden we nog een tweede station in Europa, konden we Nederland overslaan. Maar mensen, hier zie je de tekortkoming van Surinaamse mensen, hè? Met name dat ding van corona, men heeft daar totaal geen verstand van. Wij weten dat de bron komt vanuit China, maar in een prefoortakassa dat hij in zijn naam, iemand is niet eens hier in mensen, nog meer grap. Isabi, efigotaktaknastisch. Dus ja, wat doen we weer, Isabi? 587 miljoen jaar kolonialisatie, dan 300 zoveel miljoen jaar slavernij. Dus ja, zou je doen? Beringi de Bakra. Daar zijn we er vanaf. Dat is toch mooi? Ja, en ja, wij trappen in die nonsens. Maar ja, knoflook en uien komt ook uit Nederland, mensen. En ja, wie pori, wie is na A of B kwaliteit? Niemand zegt er wat over. Ja, men, Isabi Switsuti. Verder, ja, wat voor toegevoegde waarde hebben andere vluchten dan die van Miami? Enigste belangrijkste vluchten naar Miami, naar Azani, Valkaring, Amsterdam. Suriname is verder totaal geïsoleerd. Die rommel die meneer Kirpalani daar aankweekt met die Kubanen, om dan dingen om te zeilen, die sancties tegen Cuba. Ja, het gaat om nog duur komen te staan, ter de Amerikaan komen in een tapo. Maar ik denk dat dezelfde Surinaamse regering hem een keertje gaat aanpakken daarop. Even kijken hoor mensen. Gelukkig, China heeft coronavirus onder controle. Ja. Ik heb er een hard hoofd in hoor. Jullie maken, die mensen van dingen maken grapjes. Even wat man hoes longer. Mensen, serieus. Van China zeg ik je, ik heb een hard hoofd in. Maar ik hoop het dat ze het onder controle hebben. Laat me eerlijk zijn, ik heb niet zo'n hoge dunk van de berichten die uit China komen. Omdat, ja, is net als Rutte. Die mannen kijken economisch naar die gevolgen. En bij China, als je wereldmacht wilt zijn en je kan niet eens de coronavirus onder controle hebben, mensen. Dan zegt men van, ja, door Lafitte toch. En dat wil men niet hebben in China. Dus daarom zeg ik, ik ben er een beetje voorzichtig mee. Dat je bij die berichten, omdat ja, jere, inotemitakasani, genezen in Serifi toch. Ik weet kong na de wandati. Je wilt toch weten van ja, dalaka kombaka, dat hoe dan? Heb je een vaccin? Er is een. Of Chinezen, die is zo slim, dan, zo pinter. Waarom is er een ziekenhuis daar ingestort vlakbij die stad? Maar mensen, laat me het openlijk zeggen. Ik heb niet zo'n hoge pet op van die Chinezen, omdat ik weet dat het is een partij die andere belangen voorop stelt. If you look at Datra, Sanklaag eerst naar de autoriteiten. Takijere, nou kijk, er is een ziektegeval hier dat nieuw voor mij is, dat ik niet weet wat het is en ik zie mensen binnenstromen met diezelfde gevallen. Moeten we hier geen melding van maken? Die man is opgepakt door de Chinese politie, de regering daar zo. Die man is dan, ik weet niet of ze hem gemarteld hebben, maar hij moest een verklaring tekenen dat wat hij allemaal verteld had over dat er een nieuwe ziekte uitbraak vindt in China, dat dat niet waar is en ja, dat hij gewoon als het ware gek is. Ja?
jammer genoeg, Amanda zelf kon kiezen SARS, akondede. Maar in China moet je proberen te protesteren. Dan ga je dit soort dingen krijgen. Die mensen, het was een hele jonge arts, mensen. Hij was getrouwd, zijn vrouw was zwanger. Maar hij is komen te overleden. Hij gaat nooit zijn dingen zien. Zijn geboren kind kunnen aanschouwen. En dat kind gaat nooit zijn vader leren kennen. Dat is iets dat in China gebeurd is met betrekking tot SARS. En dan zeg ik van ja, kijk, ik heb daar geen hoge pet op. Want ja, if you were working for Steinbeck, dat ja, maar oké, okay, laten we kijken. Maar ja, je hebt het genegeerd. Je hebt gezegd, ja, het moet niet naar buiten komen. Je moet dit niet, dat niet en dat soort dingen. En je komt, je gaat er verklaren. Want toen die man geen gehoor vond bij de autoriteiten, heeft hij dat ding gepubliceerd op een Chinese website. En Isabi toch, in China zijn er meer dan 1,5 miljard Chinezen. Dan noteerde we aan die buiten China. Die hebben het even kunnen lezen. Daarna is het uit de lucht gehaald en is hij opgepakt. Dus ja, en toen begon het ding te rollen. En later, ja, de Chinese autoriteiten, die, je kan ze niet beschuldigen van niks. Want mensen, je wordt opgepakt daar zo, je mensenrechten. If you got Chinese, kon er denk ik over mensenrechten. Maar ook zo veel, die dingen kennen ze niet. Laat staan dat ik kon in je konden, dat de mensen zien dat jongen die iets nap tapa uku is door je meki bari, dan had je want dat die isabi. Dan ja, die mannen hebben daar moeite mee, ja. Maar daarom, de land uit Suriname, voor hun is lasting. Mensen, dat is wat ik zo'n beetje wil zeggen hoor, van dat ding van, hoe heet het? SARS, moet je mij horen, SARS, voor coronavirus. We gaan de berichten wel volgen. En we gaan Suriname veel sterk toewensen. Ik hoop dat deze mensen bijdraaien. Ik heb er hard hoofd in. Het gaat hem niet worden. Want ja, we zitten al 40 jaar opgescheept met dit soort gasten die niet weten waar ze, wat ze aan het doen zijn. Lastang, Fukong. Je biedt dat je door kotegi, dat je voor de karing goed de vork in de steel zit. Ze weten het zelf ook niet, Isabi. En ja, het is triest, mensen. En dat is het meest enge ervan. Dat, ja, we niet weten hoe we hiermee om moeten gaan. En we doen alsof we dat weten. We wachten de berichten af, mensen. Ja, en dan ga ik naar iets anders. Kijk nou. Afgelopen week kreeg ik een berichtje van die directeur. Er was een Surinaamse. We hadden een programma gemaakt. En die programma die ging over eigenlijk die naturalisatie, mensen, die in Suriname plaatsvindt. Ook weer zoiets waarvan je afvraagt dat je, ja, helemaal weer niet volgens het boekje handelen, ja, en allerlei nonsens die je daar zo ziet, wat onze beleidsmakers naar voren brengen, en dat is een hele kwalijke zaak. Ik heb daarop gereageerd en ik heb een programmaatje daaruit verzorgd, en uit dat programma is er toen een reactie gekomen en ik kreeg daar een berichtje van die directeur van Stanvast en die vertelde me van, ja, moet je luisteren, kijk, nou, iemand heeft gereageerd. Ik had namelijk gezegd van, ja, ik heb er een hard hoofd in dat Indianen de oorspronkelijke bewoners waren van Suriname. En ja, en iemand heeft hierna geluisterd en heeft dan toen gereageerd via YouTube. En even kijken hoor, mensen. En toen is de directeur ook netjes een antwoord gegeven op die man zijn reactie. En nu ligt het aan mij om daar ook een bepaalde. Uiteindelijk ben ik degene die hiervoor gezorgd heeft. En die meneer is, even kijken hoor, Bistong Native Suriname. Beste Stanvaste presentator, ik wil hierbij een rectificatie aangeven ten aanzien van oorspronkelijke bewoners. Bij minuut 58:12 heb ik dat gezegd.
De inheemse zijn wel de oorspronkelijke bewoners van Suriname en geen import. De Arawakken en de Caraïben waren de enigste mensen die langs de Surinaamse kust leefden voordat de blanken voet aan de grond kregen in Suriname. Suriname is vernoemd naar de inheemse stam genaamd de Surinen. Oké, mooi. Ik kan u eerlijk zeggen van ja, het is waar wat deze meneer gezegd heeft. Maar wat nog mooier is, en dat vind ik geweldig van Stanvasse, is die directeur die volgt dat. En ja, hij heeft daar zijn tijd en moeite genomen om te reageren hierop. En heeft die man dan beantwoord, even kijken. En die dingen staan op YouTube hoor mensen. Dank u wel voor uw reactie meneer Boyke, Native Suriname. Wij houden van kritische luisteraars. U heeft een goed punt en u heeft het goed gezien. Ik zal dit aan meester doorgeven. De hartelijke groeten van Stanvasse Radio en crew. Ik vind dat geweldig mooi mensen. Dat we zo met elkaar kunnen omgaan. En laat de Surinaamse gemeenschap hier lering van nemen. En kijken van ja, hoe wij hiermee omgaan. En zo hoort het ook te gaan. Snap je mensen? Dus ik vind dat getuige van, kijk, dit is volwassen gedrag. Beschaafd en net gedrag. Iemand die zegt van, hé, maar ik ben het niet eens met je, hoor. Bangalo. Weet je, ik kan wel tegen Santak, ja. Indianen, hij noemt dat inheemse. Zijn niet de oorspronkelijke bewoners van Suriname. Het kan niet, ik ben het niet mee eens. Dat kan en dat mag ook. Wij zijn mensen. Zoveel mensen, zoveel verschillende meningen. En dan dat die directeur daarop reageert, vind ik heel erg mooi natuurlijk. Ja, nou zit de bal weer in mijn hoek. En mensen, wat heb ik gezegd destijds dan? Ja, ik neem u terug naar een stukje van dat programma, die ik dan verzorgd heb. Om uw geheugen weer op te frissen. Want ik heb het inderdaad gezegd hoor. Dat ja. Ik zeg dat de Indianen. Niet de inheemse. De oorspronkelijke bewoners zijn van Suriname. Omdat ja. Wij zijn allemaal daar zo geïmporteerd. We gaan het terug. Luisteren een stukje. Het is een programma die is geweest. 10 maart. 2020 was dat het geval. Dus ja, je zou zeggen 5 dagen geleden. Maar we gaan luisteren mensen, wat ik destijds gezegd had. Columbus, moet je nagaan. We hebben gezien, afgelopen zondag heb ik je laten zien. Kijk, de Indiaanse bewoners van Suriname, die beroepen zich op het recht van, ja maar wij zijn de oorspronkelijke bewoners, hoe allemaal na import, hoe allemaal kon, ja. Nou, Isabite, taxan zomaar. Soms gaat dus even strafi. Ja? We hebben gezien, Taghi, bijna 268 van deze Indiaanse mensen. Waren geen oorspronkelijke bewoners in Suriname. Dan mop of Guyana. Dan moeten ze naar Guyana gaan en zeggen: ja, maar wij zijn oorspronkelijke bewoners. Leuk, prima. Maar, dan krijg je dit nu. Daarvoor waren er ook nog een groep. Van, ik meen 179, die ook genaturaliseerd zijn. Dan moet je gaan tellen, die moesten ook om inkomen. Kijk, de trio's Guyana's die aan de zuidgrens wonen. De man dat hier rechtstreeks uit Brazilië, de man kom vestigd in dat. Dus, geen ene Surinamer kan zeggen dat ze oorspronkelijke bewoners zijn. Wij zijn allemaal geïmporteerd. Maar, allemaal, kijk, hun zijn wel vrijwillig daar gekomen. En hen staan in Javanen, ja, ik had dat ook toe. Niet onder dwang, we kwamen met een contract op zak. Javanen minder mate dan Hindustanen. Maar dat is een kankantriboom van 600 jaar oud. Ja. Ja, was Nezi. Atekwang Buskondrisma. Apayamang 60 SRD. Voor Kotwambong. Voor Siksi Barchi Oro. 600 jaar oud. 60 SRD, Surinaamse dollar. Amang koting, amang kiezen $60. Ja, amang beriti. Als niet zien hoe, karwan kulikel kon. Die man is transporteur, tjareng. Abongwe, nang een trailer. Ja, steeds hier, kuliman dat hij rijdt.
Die man hoeft geen rij- en voertuigenbelasting te betalen, want hij heeft ontheffing gehad van minister Hoefdraad. Iedere andere Surinaamse burger moet dat betalen. En daar gaat nog een hoop gedonder komen, want Isabito, alles is on hold gezet. Want ja, wanneer? Na de verkiezing, dan ga ik je pakken. No, no, Melibi. Maar iedereen die nog geen rij- en voertuigenbelasting heeft betaald, wacht die rechtszaak. Ik heb... Ja, mensen, en zo gaat het maar door. En omwille van de tijd ga ik er een eind aan breien. Maar ik heb het inderdaad gezegd dat er geen... dat Indiaanse mensen... hoe heet het? niet de oorspronkelijke bewoners waren van Suriname. En... die meneer heeft gezegd, toen de blanken aan dingen kwamen, voet aan wal zetten in Suriname, dan hebben ze Indianen gezien. Ja, u hebt helemaal gelijk, dat is waar. Ja. Maar als je kijkt naar bijvoorbeeld, want onze geschiedenismensen, Surinaamse mensen, wij maken een vreselijke fout. Hè. We beginnen, Teluku Skoroboeku, Nangarisande Maikari, en ja, Abraham Krijse, koning Sernang, dan man kolonialiseer Sernang, dan die ziet dat, alles soort van, ja. Maar we vergeten dat hij inderdaad toen deze blanke kolonisten, de Hollanders, heb ik het over dan, naar Suriname kwamen, om Suriname tot een kolonie te maken. Je hebt gelijk. Ingi ben dat ik maar. Ja, maar tref Ingi, ja. Maar je moet niet vergeten. Of je tak Abraham Grijze Tori. Want kijk, mensen. De Surinaamse geschiedenis moet je niet zoeken in Suriname. Ano de? Je moet niet zoeken in dat. De Surinaamse geschiedenis ligt verspreid in een aantal Europese landen. En ik ga straks uitleggen waar. Maar inderdaad, die Bakrakong, de man treffen Indianen aan in Suriname. Dat betekent dat, ja, zie, Bakrakong, Ingi Bedappe. Dus ja, ik heb gelijk. Ja, je hebt in zover gelijk. Dat je iets vergeten bent. If je tak Abraham Grijze Tori. Abraham Grijze, die kwam naar Suriname. Maar naast die Indianen zag hij nog een andere groep mensen daar wonen. En dat waren de Engelse mensen, Francis Willoughby. Ik meen 1600, Amandati Wetaktori. Isabi. En meneer Francis Willoughby was al daar zo. En bij Wolko, naar de Indië. En de slavernij was volop al in Suriname. Want kijk, wanneer je gaat uitleggen aan Surinaamse mensen, dat ja, maar de eerste slaven. En dan moet ik ja, omdat we dien Bagra. En daarom weet ik aan dat. Ja, maar kijk nou, ik kan niet om de feiten heen. Ja. De eerste kolonialisten van Suriname waren niet de Nederlanders, waren Engelsen. En we horen zijdelings dat naam in Suriname van Francis Willoughby. En ja, oké, okay, goed, maar verder. No, maar niet goed moeilijk is, even ik forceer is, ik lees Engels, dan hadden we kennen die dingen. Samen staat toch, Isabel. Hoe lang had men niet nodig om een brief van Suralco te gaan vertalen van Engels naar Nederlands? Dus ja, mensen, die dingen is weer, hè. If je actie was, dan was het TNE. TNE, ja. Ja. De man is Saba, asan dat die mensen. En ja, ik zei ook forceer ze naar mannen, de man dat die. Maar, kijk nou, Engelsen hebben een archief opgebouwd. Tot 1000 jaar terug. Ja, dan gaan we tellen. En dat gedeelte van Suriname zit er ook in, National. Archives. Het is er. Je moet alleen je tijd nemen om te gaan lezen. Maar wij doen het niet. Dus de Bakra kon voor het eerst voor Konensernaam voor Kontekis aan over. De man bij Abi Fiti naar de Irisman. En de man weer niet. Want die meneer Willoughby is toen verdreven. En die Hollanders kwamen. Maar dan moet je een stukje dieper gaan, de geschiedenis in Suriname. Fossi Irisman kon. Potodjissiman, bedazenangba. Want die Ingrisman kon, dat de man met Potodjissiman. Die Portugese toch? Want dat denk ik ook de. Sma zei gewoon Columbus, ik moet uit Portugal, het zei Spanje. En goed opletten, mensen. Spanje en Portugal. Want ja, hoeveel verschil is tussen die twee landen? Maar de man dat Mopo uit die contraille. Konasenang. En dat. Die Francis Willoughby bekom
kolonialiseer ze dan. Maar tref de man dat hij ook toe dat hij na de India. Dus, die eerste blanke mensen, die begonnen naar Columbus na de man dat hij, de man dat hij ben, ja, bij de kbarprijzen dan. Dus daar ik zat tweede groep nog hier is mij komen, dan ik dacht, ja man, ik ben si potodisi na Ingi. Te ik dacht, ja, potodisi, de man, de archief ook, toen de golisi, no. Dan is ik dacht, ja, luk nou de man dat kon na zijn dan, wilde kus. De man tjawan lo, srafu kon ook toe. En ja, die man of een goed toe, de man berik het ook gewoon, bombige rijkdom terug naar Spanjoro konde, Portugies konde, dan de man dat hij, maar het is mislukt. Dus dat de man kon libassan, Ingrid man kon teke, maar dan hoe. Maar je zit nu met Portugese mensen, is dat niet toch conquistadors, met Indianen, want ja, de man dat hij beetje kangaboto, de man beetje de acide, de bewaka. De man beetje sabel, de man beetje alle desanders. Dus de hier is sabel in zijn naam. Ik dacht, oké, na eerste man, potentiëring. Dus geschiedenis is iets vreselijk moeilijk, mensen. We moeten gewoon op onderzoek gaan. En Teluk Asanisi voor geschiedenis. Eigenlijk heeft die meneer gelijk, dat we met twee grote groepen Indianen in Suriname. Arawakken en Caraïbe, ja. Maar Teluk ook de Arawakken. Bij de man bij Libië waren duidelijke tekens van zijn. De man dat hij bij Libië in Antilles, Florida, anders is hij bij Puerto Rico dan Cuba. Er zijn bewijzen dat deze mensen die Arawakken 5000 jaar geleden naar Suriname kwamen. En nu noemt hij dat hier over Arawakken, de man Kekaning in Locono. Ja, die andere groep, de Cariben, is dat de man dat hij bij de Onchi wilde bras. En ja, je nog een tak de Sandisi, want ze namen man die niet op, maar ja, het waren koppensnellers mensen. En de man dat hij stonden er bekend. Fossi, je zou toch mensen, cannibalisme, de man, die bij kiesi vijand, dan moest je hem opeten, na de man dat hij, ja. Deze Cariben, die woonden op de kleine Antillen. En het is de kust van Suriname, maar op deze eilanden, Puerto Rico, Cuba, Mandati. Ja, het is moeilijk, mensen. In Amsterdam is er een tentoonstelling in een kerk. Ik maak geen reclame, maar dan kan je ook bepaalde dingen uithalen. Ja, maar het staat open en bloot daar. Was dan een lekker Afrosarensis rapport voor 1980. Het staat er, ga maar lezen wat we aan elkaar hebben aangedaan. Maar ik ga daar niet op inwijden. Maar dat zijn dingen, het is onze geschiedenis. En ja, als je want toch over die geschiedenis, dan moet je het weten. Die Caraïben, ik kan het zelf door Kalinja. Maar mensen, we gaan weinig weten over de geschiedenis van onze Indiaanse broeders en zusters, hoe nou ze was aan dat hij, omdat zij de, hoe nee, doe bepaalde ze niet. Wij interesseren ons daar niet voor. Dat is dat moeilijke en dat irritante ervan. Dus ja, als dat niet zie, is weer de, kijk nou, als je kijkt naar een van inderdaad de oudste bewoners van Suriname, if je dat niet, dan ga ik met je mee. Maar het moment dat je zegt van ja, dingen, oorspronkelijke bewoners, voesternaam, dan zeg ik, kijk, tide, na die, dat je ziet duidelijk dat de man zelf kon. De man kon ook zeggen, want ja, die naturalisatie die gaat plaatsvinden, dat zijn allemaal mensen die uit, zijn gaan wonen bij Washabo, Apura, Section. En ja, mensen, onafdraaien eromheen, het zijn Indianen. Als je geschiedenis wil weten over Indianen, dan is het een geschiedenis waarbij je heel belangrijke bewijzen kwijtraakt. Ja? Goed luisteren, ja? ...uit onder andere de districtscommissaris van dit district, DC Polak en gevolg, archeologen in dienst van de afdeling cultuurstudies
van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen en Cultuur. De heer Henk Sloten namens de Geologische Mijnbouwkundige Dienst en enkele politiemanschappen om na te gaan in hoeverre het verzoek van een concessiehouder ingewilligd zou worden. De concessiehouder wilde namelijk de schelpen die hij reeds had gepeld op die plek transporteren naar de stad. Ter plaatse aangekomen kreeg de delegatie, waarvan 1 voor 12 ook deel uitmaakte, het volgende indrukwekkende te zien. Ja, er is een concessie uitgegeven, toch? En we zijn het komen onderzoeken. Omdat GMD hem op de hoogte heeft gesteld dat er zand wordt afgegraven, schelpen. En dat vermoedelijk daar een begraafplaats moet zijn. Dus daarom ben ik vandaag hier komen oriënteren. Om te kijken wat er gedaan kan worden. En het is vreselijk wat we hier zien. Dat er hier een begraafplaats was. Je ziet botten, menselijke botten, boven de grond. En dat is onze zeer kwalijke zaak. Moet ik begrijpen dat zand verkocht wordt met botten? Dat zou wel zo zijn. Want er is hier gegraven en het werd verkocht. En het is verkocht en dat is om de mensen kwalijk te nemen. Toch? Dat je dat hebt aangetroffen. Kijk, iedereen wil geld verdienen. Maar als je komt en je ziet dat er hier een begraafplaats was, dan moet je verder gaan. Dan ga je met rust laten. Maar het is dicht bij de rivier. Dus waardoor men gegraven heeft. En de schelpen zijn verkocht, ja. Zouden we de consumenten niet moeten informeren en waarschuwen om schelpzand van dit gebied niet te moeten kopen? Ja, zullen we moeten doen, ja. We zullen moeten doen. Dus we zullen kijken waar de schelpen naartoe zijn gebracht en waar ze aan de man gebracht worden. Zodat we de gemeenschap waarschuwen om het niet te kopen. Want menselijke botten resten, ja. Als je het op je erf hebt, je kindje kan het tegenaan komen. En dan heb je heel wat problemen. Je denkt dat er een schelp het kind gestoken heeft, terwijl het een bot is. Ja, veel vergif. Dus we moeten de mensen waarschuwen. Hoe lang is dit al gaande? Zeker twee maanden. Toch, we zijn naar het gebied gekomen. GMD is geweest en vandaag zijn we hier met de GMD, politie, natuurlijke hulpbronnen. Om het zaakje te bekijken. Omdat er hier sprake is van grafschennis. Hè? Dus de politie zal het moeten vervolgen. DC, we zien verschillende instanties die hier zijn getogen. U bent burgervader. Ik denk dat u sowieso weet welk ondernemer hier bezig is. Mogen we dat verklappen naar de gemeenschap dat ze weten dat ze bij deze ondernemer niet moeten zijn om schelpzand te kopen? Het gaat om de aannemer Suleiman die hier bezig is geweest. Toch omdat het is stopgezet en we gaan hier afzetten. U ziet ook dat we vandaag hier zijn gekomen met archeologen. Omdat de archeologen hebben aangegeven dat er hier Indianen hebben gewoond. Toch? En Indianen worden begraven, zoals men dat weet, in aardekruiken. En dat heeft men hier aangetroffen. Dus we gaan dit gebied afzetten, zodat de archeologen hun werk kunnen doen. Goed zo. En mensen, als je zegt archeologen, nadeel van dat, dan zeg je, kijk, een stukje geschiedenis gaat ontbloot worden. Is toch prachtig, mensen? Maar ja, kijk nou, dan ga ik ook weer tegelijk tegen jou zeggen, look nou. Jouw man zat ook, ja, man op Chiingi boy. En toch gaat men dat ik die man concessie uit om zijn dingen grafschennis te plegen in eerste instantie. En omdat daar Indianen gewoond hebben, dan kan je belangrijk bewijsmateriaal terughalen om te kijken van, ja, hé, wacht eens even. Klopt dat? Ja? Kunnen wij wat met deze bewijsmateriaal? En ja, het is erg om te zien dat je zo'n man die een concessie uittap voor de karring. Zo'n prinsie, weet je mensen. En ja, dan ga jij je geschiedenis kwijtraken. Begrijp je? Dat is niet alles, mensen. Kijk nou, we moeten ervoor zorgen dat wij geen valse informatie geven aan mensen. Want dan, je kiest dat niet toch. Ik had het ook over traditioneel gezegd. Kijk, ik
heb destijds een paar fragmenten laten horen van wat er in de dingen speelt van Lukuno. Indianen, prachtig. Weet u, maar je gaat op een bepaald moment dat probleem krijgen, Taki. Hoe kan het dat je een concessie afgeeft in een plek van mij dat heilig is en dat je dat gaat schenden? En dan nog erbij kijk, daar zit mijn geschiedenis. Want als ik die keer kon naar de archeologen nu pas gaat dat plaatsvinden, dan kan ik veel meer achter halen. Hoe ik geliefd heb destijds, Isabine, de man kan ze precies. Oting de man kon, oting de man gue, en noem maar op, Isabine toch mensen. Maar ja, wij schenken daar geen aandacht aan, want ja, Suleiman, ik kies een concessie, die kan scoren, jongen, Isabine, die sering. Leuk. Maar, er speelt nog wat mensen. Erkenning van de Indianen, de inheemse, of Vijwankarding, Isabi. Daar schort het aan. Ja? Ik wil u meenemen naar een paar stukken van dat ding weer. Naturalisatiedebat. En dan moet je kijken wat er over Indiaanse gezegd wordt. Ja? Goed luisteren. Klaringer. Rechtsgeldig is, als die correct is, dan is dat voldoende inderdaad om de nationaliteit aan te vragen. Lid Bink. Voorzitter, ik wil eerst ingaan met wat u gezegd heeft. Precies zoals u het opgelezen hebt, precies zo heb ik het ook opgelezen, geen enkel zin of woord minder of meer. Bij mij ging erom die twee woorden hebben gehad. De voorzitter van de commissie heeft ook meegedeeld dat het traditioneel gezag nog niet wettelijk erkend is. En wij leunen, ik zeg... Hoor je iets daar zo mensen? Traditioneel gezag nog niet wettelijk erkend is. Hier is dat toch? Ja, hoe kan het dan dat het zo lang geleden is dat die mannen daar zo al wonen en wat is er dan gebeurd dat er in Suriname dat gezag van zulke mensen niet erkend is. Wat is de reden daarvan dan? Nou kan toch? Goed luisteren, ja? Suriname heeft gewoond als die verklaring rechtsgeldig is. Als die correct is. We gaan naar mevrouw Karta Bink luisteren waar hij dat zegt. Waar zij dat zegt. Lid Bink. Voorzitter, ik wil eerst ingaan met wat u gezegd heeft. Precies zoals u het opgelezen hebt, precies zo heb ik het ook opgelezen, geen enkel zin of woord minder of meer. Bij mij ging erom die twee woorden hebben gehad. De voorzitter van de commissie heeft ook meegedeeld dat het traditioneel gezag nog niet wettelijk erkend is. En wij leunen... Ja, en toen was de bom gebarsten, mensen. Want ja, als je in erkent het traditioneel gezag en je komt ermee aanzetten, ja, dat is een vraag om problemen. Mijn afdeging. Weet je, want ja, je hebt niet alleen traditioneel gezag onder Indianen, maar je hebt ook traditioneel gezag onder binnenlandbewoners. En ja, en dan ga je dat kinderachtigheid krijgen voor Van de Karing, die mensen die jaren in het parlement hebben gezeten en nooit wat gedaan hebben. En als je contact zo was, dan dacht ja, maar ja, dat ding is nooit erkend. Ja, mensen, dan vouwen doen dan. Isabi, dat wil zeggen, wat heb je dan 10 jaar lang gedaan in het parlement? Dat je, want 10 jaar lang ben je effectief bezig geweest. Je zat met je vingers aan de knoppen, je zat met je vingers aan het stuur. Je kon sturen en gaan waar je wil, maar je hebt het nagelaten. En dan zeg ik van ja, oké, leuk. Isabi,
Maar dan heb je geen recht van klagen. Je hebt geen recht van spreken. Omdat jij dan nooit wat gedaan hebt voor je eigen mensen. En dan heb ik het over mensen als bijvoorbeeld die boslandbewoners van Suriname. Ze zitten met z'n twintigen in het parlement. En ja, oké, okay, leuk. Maar dat zijn die in het doel. Die erkennen ze dat die. Ja, je hebt ook Indianen zitten. Mevrouw Vrietzaam en mevrouw Watamaleeuw. Waarom heb je dat? En ze zitten beide bij de NDP. Zijn die nog regelaars aan die stak? Ja, de Indi-kaptein, de Gramang en Basha, allemaal. Ja, ze worden wettelijk erkend. Want ja, ik van Jan Parisi kon dat tegen je aan die. Ja, dan hebben we een probleem, mensen. Isabi. Dus, we zijn bezig vandaag om dat ding, die reactie te behandelen van die kritische luisteraar. En ik vind dat geweldig mooi, Isabi. Maar kijk maar hoe deze mensen worden misbruikt. We gaan luisteren, hè. Kijk, zij heeft dat daar aangekaart. Er is zij die wettig erkend. En dan ga je reacties krijgen. En yes, laten we luisteren naar een paar reacties. Meneer vrouw Nading gaat wat zeggen, ja. Dan bestaan. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik heb gezien dat als bepaalde partijen regeermacht hadden, wij als binnenlandbewoners een groot probleem zouden hebben. Ik heb geluisterd naar lid Bink, voorzitter. Iedereen weet dat een kapitein nog niet wettelijk is erkend. Wij van het achterland, voorzitter, van het binnenland, weten dat een kapitein in een dorp het hoogste gezag is in een dorp. Wij van het binnenland respecteren onze traditionele gezagdragers. Als Bink en Kommewijnen woont, gaat ze dat nooit weten. Voorzitter, ze blijft maar hameren op de kapitein. Lid Bink, een kapitein is in een dorp is geen kleine boy. Dank u. Ja, maar dan doet er wat mee, zou ik zeggen. Even een kleine boy is nog een 10 jaar in het parlement. Ja, jij dan 5 jaar. Is dat weer maar Tramang, de Abob zat er toch ook. De Wannati. Wat heb je al die tijd gedaan voor die kleine boy? Zei Taki. Is dat weer, je kan komen kletsen nu. Maar ja, je hebt niks gedaan voor die man. Is dat weer? Even een man tegen Taki. Ja, maar ja, wat is jouw bijdrage? Wat is jouw bijdrage geweest om te zeggen, Takia, ik heb hiertoe bijgedragen, hoor. Weet je, dit is mijn bijdrage geweest. Ja, bijdrage nul. Nul mensen. Dus ja, het is weer ready wat er gezegd wordt. En ja, hier heb je nog zo'n een persoon, ja. Goed me luisteren, dat is meneer Linga. Een paar dingen zagen naar voren gebracht, ik ga niet daarop weer herhalen. Wat ik verder wil zeggen, voorzitter, maar het geachte spreekster heeft dat zijn verschuldiging al aangeboden. Ik ben zelf een kapitein van een dorp. En wij werken volgens regels en we zijn traditioneel, maar toch hebben we regels. In deze. Want als kapitein weten we precies wie in ons dorp woont. En ook in andere gevallen worden we soms gevraagd door de overheid om dingen te checken. Al is die wet daar, maar wij als kapitein komen wel in met andere dingen. Dus daarom zou ik het geachte lid dan vragen om zijn woord terug te nemen. Want ik zie dat als een belediging naar het gezag van de kapitein toe. En dat accepteren wij niet. Dank u wel, voorzitter. Ja, en wat je op de achtergrond hoort is BOVA natuurlijk, die dingen. Want ja, het wordt een beetje heet onder zijn voeten. Maar kijk, ik vind deze man, Linga, een vreselijk dom oor. Ja, hij is door naar het parlement, hij doet aan Santo. Dat is een belediging dat je in het parlement zit en weigert om die wet goed te keuren, om dat gezag van die kapitein, die Basha en die Gramang te erkennen. Wettig.
Dat is een belediging, Isabi. En dat, ik heb hier totaal geen respect voor mensen, zeg ik u eerlijk, voor dit soort mensen. Isabi, je moet niet komen kletsen over dingen waarvan je weigert, Isabi, om iets aan te doen. Dus dan heb jij, even kijken voor mensen. Ik wil u nog iets laten horen. Van het is een kapitein, zo in Asanera. Het is allemaal een kapitein. En ja, oké, okay, leuk. We gaan luisteren naar een kapitein. En u weet toch waarom deze mensen dat doen? Kijk, je wordt nu geconfronteerd met je luiheid over die afgelopen 10 jaren. Je hebt nooit wat betekend voor die mensen. Je hebt die mensen bewust achtergehouden. En dat je allemaal regeri, look of na, was godo, jukudento. Nog een persoon. Tabink. En natuurlijk kan ik ook niet gewoon aan de kant staan en luisteren wat er wordt gezegd over een kapitein. Want omdat ik ook kapitein ben. Voorzitter, de spreekster of de atleet heeft aangegeven dus dat de kapitein wordt aangesteld. Of het traditioneel wordt aangesteld door het ministerie van Aero. Dat is niet waar. Een kapitein wordt gekozen of aangesteld door de gemeenschap. Wij gaan onthouden dat een kapitein wordt gekozen en aangesteld door de gemeenschap, ja? Dat zegt ze toch? Gekozen, aangesteld door de gemeenschap. Onthouden mensen. En natuurlijk heeft Aero wel een rol daarbij. Maar in deze gaat het erom, voorzitter. Het traditioneel gezag is een van de oudste bestuursvormen in Suriname. Voordat er blanken hier kwamen, waren er al kapiteins, waren er al basha's. En het is belangrijk om te weten dat men altijd met het traditioneel gezag werkt in het binnenland. In de dorpen waar ze zijn aangesteld, voorzitter. Zelfs als de president naar het dorp gaat, gaat hij eerst naar de kapitein of naar de gramang. Zo hoort het, voorzitter. Dus in dit geval twijfel ik niet aan de dorpsverklaringen van de kapiteins die ze hebben verstrekt. In dit geval voor naturalisatie. Bovendien... Ja, mensen. Het ging om dat ding van die naturalisatie gedonder. Hè? Maar goed... mensen, kijk nou. Hier zie je mensen die nooit wat hebben betekend voor het binnenland. En die, weinig te zeggen hebben eigenlijk. Isabine, lasting, want ja, je hebt nooit wat betekend voor het binnenland. Dus ja, moet je nu je mond houden, zou ik zeggen. Hier ook nog zo'n gevalletje. Gemeenschappen in het binnenland zijn... wonen in collectiviteit. Het zijn geen... Collectiviteit, dus groep, in groepen en mensen. Isabel, dan zeg ik van ja, oké. Okay. Is waar. Mensen die in een bepaalde collectief verband wonen, die hebben bepaalde rechten. Maar dan vraag ik haar af, vreedzaam, ja, Ingi toch? Ja, je zit al hoeveel jaar in dat ding. Je moet je niet alleen druk maken over je grootconcessie die je hebt. Ook in Indiaans gebied. Want je Suleiman is toch zo ermee doen. Kijk, Suleiman is niet op een klaarlichte dag daar gekomen. En Bigidiki Askropo, Tapa Berpe Fure Ingi, waar belangrijke aanwijzingen zijn om de geschiedenis van de, hoe ze geleefd hebben, hoe dit, hoe dat, Isabi. Maar nee, dat is hem niet. Iemand schrijft hier zo tegen me. Meneer Suleiman is klakkeloos gaan graven. Bouta Horing voor de gek. Ja. Als het zo is, ja, dan hebben we een probleem. Ja. Heeft Bouta Horing voor de gek. Maar mensen, even kijken hoor. Collectiviteiten. En je hebt onthouden, die grama wordt gekozen door de bevolking. En die wordt daardoor ook gedragen door hun. Hè. En dit is mevrouw Frietzel. Individuele perceel aanvragen, voorzitter. Ik word een beetje misselijk van haar, hoor. Eerlijk gezegd, mensen, sorry. Sommige dingen in Ewa Arki voor de man is, omdat het zo waardeloos zijn. Hè. Maar terugkomend op dat ding. De grama wordt gekozen door de bevolking in Alessandati. Dan moet je goed luisteren hoe een bevolking, een grama kiest, ja. Goed luisteren naar deze mensen. Of het klopt wat deze mensen zeggen. En daarom zeg ik, kijk, Surinaamse mensen, je moet goed op de hoogte zijn. Want deze mensen liegen dat ze barsten. Ja, goed luisteren hier zo. Wangramang wordt gekozen door de bevolking, toch?
Goed, we gaan luisteren, mensen. Laat de president zijn beslissing herzien. Anders dan netelijk samen met Kostantaki. Oude voor de president kan de amtja, zodat hij kon dat, of school. Omdat ik de jongeren verroerden, de oude amtja, de man kon, want hij moet rust brengen in het land. En om rust te brengen ga je de sterke armen gebruiken. Maar als je sabita kasan zijn creëert uit je onrust, dan begint stellen uit. Uyeretak tratamara al beedig Albert zonder de mensen, de familie van Albert. Want als familie... Nou, ik begrijp dit dan niet meer, want ja... wat dan maar leeuw, na een vreedzaamheid, dacht ja, Garaman wordt gekozen door het volk, het wordt gedragen. Maar hier, nou, dat is de machau. Isabel, het epiki was aan, ja. Want ja, Garaman, Aboy Koni, is rechtstreeks benoemd door Bouterse. Dus ja, u moet de keuze gaan maken van, ja, wat hoor ik hier? De mij, takkie, want Lonos is dan, ja. Nog een stukje luisteren van hun ongenoegen. Het is jammer dat de man is zoeken voor twee spout komt in haar familie. Alleen om bepaalde dingen door te voeren. De president wordt gevraagd om zijn beslissing. Hoe weet je dat hij het niet zal doen? Want wie zegt hij, ja maar is aan de arki. Zijn inbraak zegt hij dat hij doet. Maar hij wordt toch gevraagd om zijn beslissing te herzien. Men kan stellen uit... Me kan stellen uit dat tak naar de kapitein die als een kaar kon ja. Want ze hebben hem gezegd. Want op het tijdje een takje. We stop naar San Sawedo. We broken binnenland. Midden in die zaal. President, we stop. Als een die we doen ja no boom. We no kan gie amadis agraman. Amandati dat alles man takje. Ja mensen. Ja. Leuk hè. Isabi. De mensen die zo waardeloos zijn in dat ding en die dan zo'n grote mond opzetten, dat die, het zijn de mannen kapitein, dat naar dus zus en zo, weet je. Luister maar weer. Of de atleet heeft aangegeven dus dat de kapitein wordt aangesteld of het traditioneel wordt aangesteld door het ministerie van Aero, dat is niet waar. Een kapitein wordt gekozen of aangesteld door de gemeenschap. En natuurlijk heeft Aero wel een rol daarbij. Maar in deze gaat het erom, voorzitter. Het traditioneel gezag is een van de oudste bestuursvormen in Suriname. Voordat er blanken hier kwamen, waren er al kapiteins, waren er al basha's. En het is belangrijk... En mensen, kijk nou, dit ding ook wat ze zegt. Voordat de blanken kwamen, waren er al kapiteins en basha's. Ik heb ook in die programma... je moet het maar gaan terug beluisteren. Gezegd van, moet je luisteren, traditioneel gezegd. Het is leuk en het is goed dat het er is, mensen. Want ja, het is diepe oerwouden van Suriname. En dan moet je een of andere vorm van structuur hebben erin. Takkie jongen, hey, kijk, het wordt geen Wild West story in het binnenland. Want je ziet, heb ze nou toch, Isabel. Want de komende regering, die zullen weer een clean sweep moeten gaan houden om iedereen weer in het gareel te krijgen, zodat ze de wet gaat uitvoeren. Daarom is een traditioneel gezag goed, maar de manier waarop je het verwoordt, traditioneel, voetsbakker bij Kong, ja, bestond het er al, kapiteinen bestonden, basha's, en dat klopt ook weer niet. Ik heb in mijn dingen laten zien, dat ja, kijk, Graman, kapitein en basha's zijn gewoon kolonialistische overblijfselen. Isabel, overblijven van de koloniale tijd. De West-Indische Compagnie die stuurde gewoon iemand, een blanke, naar Suriname en die werd gouverneur. Hij ging dat beleid en bestuur bepalen en iedereen moest het uitvoeren. En mensen die het niet uit wilden voeren, die kregen te maken met een kapitein. Dat was een militair die onder zich had onderofficieren, basha's. En ja, militairen gewoon, normale burgers en dat soort dingen. En ja, zo werd je in het gareel gehouden. Dus ja, dat wat ze zegt klopt niet, mensen. Weet u. Maar ja, nog een stukje luisteren. Het is belangrijk om te weten dat
men altijd met het traditioneel gezag werkt in het binnenland. In de dorpen waar, het is, waar ze zijn aangesteld, voorzitter. Zelf als de president naar het... Ja, en weet u, zeg eerlijk tegen dit soort mensen. Van kijk, ja, die wet, er is een wet voorgesteld... om dat gezag van deze mensen te regelen, zodat het wettigheid krijgt. En dat je niet meer om ze heen kan gaan. Maar je hebt er niks mee gedaan. Jij bent tekort geschoten. Ja? Je moet niemand anders de schuld geven dan jezelf. Jij bent tekort geschoten en niemand anders is tekort geschoten. You lik ingi in het parlement. You kisa okasi voor doan san girisma voor jou. Maar je hebt je laten bedonderen door mensen als Bova en mensen als Simons. Trouwens ook een Indiaan. Maar ja, ze gingen voor dingen net als Vreedzaam. Ze gingen voor hun, concessies. Dat vonden ze belangrijker. Jouw dingen, ja, dat is lasting. Hier krijg je nog zo'n figuur. Die totaal nooit wat heeft gedaan voor geen ene basa, geen ene kapting en gramang in Suriname. Maar je moet zijn mond horen. Goed luisteren, ja? Meneer Assadang. Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, ik heb geluisterd naar de collega, voorzitter, waar zij het heeft over de kapitein. Voorzitter, misschien zitten we hier in Paramaribo en we kijken naar alles wat zwart-wit staat. Je toch? Maar ik kan u zeggen dat in het binnenland, als we praten over democratie, dan moeten we volgens mij daar opleiding gaan volgen bij de mensen daar. Wat er nu is gebeurd, voorzitter, misschien zijn we dan eigenlijk verder gegaan dan wij moeten, want die dingen van de kapiteins, van het traditioneel gezag, had allang geregeld moeten worden. Wij met z'n allen hadden dat moeten regelen, maar we hebben het nagelaten. Je toch? Om dat te doen. Wanneer wij ze nodig hebben, dan stappen we wel naar ze. Wanneer we concessies moeten uitgeven, dan stappen we wel naar ze. Dan zijn ze wel belangrijk om mee te werken, om die concessies uit te geven in die gebieden waar hun mensen wonen. Maar nu het gaat om een bevestiging te geven van mensen die in hun dorp wonen, die getrouwd zijn met mensen van hun dorp, wordt dat wel in twijfel genomen, voorzitter. Dus ik zeg, voorzitter, dit ding waarover collega Bink het had, misschien hadden we het al lang moeten doen. Geen fout dat het nu is gebeurd. Dat geeft aan dat we het al lang hadden moeten doen. Je toch? Moeten corrigeren dat het traditioneel gezag een wezenlijk deel vormt van het bestel in Suriname. Ja. Ik dank u. Ja, en waarom heb je het niet gedaan dan? Ik kan me gewoon lopen, maar je hebt het niet gedaan. Jij hebt je er tegen verzet. Dus ja, in om klagen. Jij bent de grootste probleem, geval. Je zit daar actief in het parlement en je doet niks. Dat is wat je op een kon daar confronteren met het feit dat, ja, maar ja, hé, hey, nou, kijk nou mensen, het is misschien niet gezegd wat ik ga zeggen. Wettig gezag van Suriname, leuk. Isabi, maar dat is alleen voor jou, want even zo'n Gramankassen, nou, Nikeri, Komowijnen, ook Saramakka of dingen. En dan begint hij, dacht, ja, maar ja, ik ben het wettig gezag, dingen. Dan gaan wij hem altijd vragen, maar ja, nee. Waar staat dat geschreven? Want je moet dat toch op papier hebben, dacht je nou wettig gezag. En oké, okay, leuk. Deze mensen hebben er per se voor gekozen om te zeggen, ik wil jou dat gezag niet geven. Anders had ik die wet goedgekeurd. Maar ja, even mijn keuring, Sanne, ja, nou, hoe zit het met mijn concessie die ik heb? Want even mijn keuring, dan kan kompoer je uit dat dorp. Oh, kijk wat er met Hollandskamp is gebeurd, mensen. Kijk wat er met Hollandskamp is gebeurd. En dan, ja, krijg je een probleem. Mensen, over welk wet gaat het, hè? Dat ding is wetbescherming woon- en leefgebieden. Wetbescherming woon- en leefgebieden. Dus, en het is veel omvattend, hè? Anders is het omdat je hier wetbescherming woon- en leefgebieden. Je woont en leeft daar zo. Maar ja, onder bepaalde omstandigheden, hè? Wat gaan dat beschermen? En dat traditioneel gezag valt er ook onder. Hier zo. Ook een, dit is Marinus B, maar ja, oppositie. Maar zij zaten ook 5 jaar in het machtscentrum. En die konden wat uithalen voor dat ding. Voor de binnenlandbewoners. Maar ja, ze hebben het ook nagelaten, mensen. Dus ik zeg, je hebt geen recht van spreken. Luister maar. Voorzitter, verder. Wij hebben hier een wet aangenomen. Wet beschermingsdorpsgemeenschappen.
waarom heeft de president het tot nog nu toe niet afgekondigd? Wat is het probleem? Goed zo. Nou, oké. Is er een probleem dat hij dan? Denk aan Suleiman mensen, want ja, heeft Miki, ja, zijn dat hij. Ja, een moeilijk beetje zo. Begrijp je? Want dan kan die Suleiman, als hij van die karing, een concessie. En een van die appers zei van ja, hij is klakkeloos gaan graven, dat zou kunnen. Je zou bij een bouta horen voor de gek, ja. Is not my business, mensen. Even kijken hoor. Waarom is die wet niet aangenomen en afgekondigd, ja? Laten we horen het antwoord. Die we hier hebben aangenomen. De nadere wijziging van het decreet beginselen grondbeleid. SB 1982 nummer 10. Zoals laatstelijk gewijzigd bij SB 2003 nummer 8. Verkorte naam is Wet Bescherming Woon- en Leefgebieden. Deze wet is aangenomen en we hopen dat het wordt afgekondigd. Is toch mooi, mensen? We hopen dat het wordt afgekondigd. Ja, leuk. Ja. Consens van mensen. Consens van. Ja, jij hebt geen recht van spreken. Al hoe je het keert of draait. Je hebt geen recht van verspreken. Omdat, ja, je hebt nagelaten te zorgen voor je eigen mensen. Je eigen mensen die je daar hebben geplaatst. En dan kom ik wel op, Barry. Ja, ze moeten woorden terugnemen. Ze moeten, hoe heet het? Je voelt je belediging, want je zegt van kapitein. Ja, je bent 0,0. Sorry. Je bent echt 0,0. Want jij had eerst jouw positie als kapitein of basha of wat dan ook moeten versterken, ja. En mensen, kijk nou, deze gasten werken gewoon pertinent samen met zaken waarvan je weet dat het niet gaat komen, ja. En dat vind ik een kwalijke zaak. If you sabi, dan hier dan kijk, de man die zo te kwam wet. Maar ja, mensen in het binnenland hebben niks aan deze wet. Ja. En dan zeg ik, dat jongen, dan zet ik hem kom. Waar kom je naar wet? Die zegt, je tegen me. Want ja, als het niet toe bijdraagt aan het welzijn van mijn bevolking. Ja, dan vraag ik me af, dat jongen, je hebt mijn boemam nog lauw toch. Ja. En ik was geëindigd met die man, die, hoe heet die, Asadang. Dan vraag ik me af van, ja, oké, okay, luister, nou kijk, meneer Asadang, die, ik dacht, ja, die wet moest al lang geregeld worden, dit, dat, zo, zo, leuk, Isabel. Maar ik wil u toch meenemen aan een stukje van hem. Luister goed naar hem, wat hij gaat zeggen. En ja, hier zie je hoe hij goed meewerkt, wetende dat, ja, er wordt een wet behandeld en een wet gaat aangenomen worden. Maar ja, mijn mensen die op mij gestemd hebben en mij gestuurd hebben naar het parlement om hun belangen te behartigen. Ja, 0,0 hoor jongens, jullie krijgen niets. Luister maar. Die naam mijn kantoor hebben. Voorzitter, misschien zal de initiatiefnemers mij dan duidelijk maken. We praten, als je verder leest in de wet, dan praten we over het aangaan van hypotheek. Ik kom bijvoorbeeld, ik wil eigenlijk een voorbeeld stellen. Ik kom uit het district Borokopondo. En ik denk veel van de districten waar zaken als grond zijn geregeld. Dan praat ik over Paramaribo, Wanica, Komowijn, Koroni, Para, Nikeri. Maar die andere gebieden zoals bijvoorbeeld Borokopondo, de mensen zekerlijk wel Sipaluwini behoefte hebben aan huizen. Soms lijkt het alsof wanneer we wetten hier aannemen dat het misschien alleen voor Paramaribo en randdistricten geldt. Dus mijn vraag, voorzitter, aan de initiatiefnemers, hoe zal dit of deze wetten hun weerslag vinden in die gemeenschappen welke ik heb genoemd, waar die gronden. Want om een hypotheek te nemen, dan moet je sowieso een stukje land hebben waarop je naam, je kan ermee naar de bank gaan. En ik denk dat in die gevallen, plaatsen waar ik heb genoemd, dat nu
het niet het geval is, hoe... Ja, nou, je gaat het antwoord krijgen. Hoe zal dat in zijn werk gaan voor die gebieden? Want ik denk dat sowieso de mensen in het achterland wel degelijk huizen nodig hebben. Ik ga even buiten mijn eigen boekje en hulp inroepen. Omdat deze wet dat niet gaat kunnen doen. Maar u weet, we willen graag die wetten hebben waarbij de lokale gemeenschappen en de regionale, de districten die bevoegdheden krijgen die ze nodig hebben om dit soort dingen te doen. Dus dan zullen we kijken of we dit jaar nog toekomen aan zo'n wet. Want dat is wat we nodig zullen hebben. Deze wet gaat dat niet kunnen veranderen. Dus als, voorzitter, als ik het goed heb begrepen, betekent het dat nu, wanneer we praten, is waar de gronden geregeld zijn, dat je een stuk grond kan krijgen van de overheid, of dat je zelf eentje kan kopen, waarmee je naar de bank kan stappen. Waarom ik het... Ja, ik bebouw. Vraag, omdat ook in die gebieden wat ik heb genoemd, er geen banken zijn en dergelijke, die instanties waar bijvoorbeeld iemand zou kunnen stappen om hun zaken in orde te maken. Maar goed, het is duidelijk. Wel, nou, het is duidelijk. Je gaat, deze wet gaat jou niks opleveren. Dan zeg ik van, ja, goed, mevrouw de voorzitter. Het levert mij niks op. Of u doet dan naar de man VHP of ga bij NPS. Maar ja, mijn ding, steun krijg je niet. Omdat, ja, als je niet een wet kan maken dat geldig is, ook voor mijn mensen. Want mijn mensen zijn toch ook Surinamers. Ze wonen weliswaar in het binnenland, zijn... binnenlandbewoners, maar als je ze ontsluit, dan werk ik daar niet aan mee. Maar nee, hij gaat gewoon door met dat allerlei voorstellen, allerlei dingen. Totaal lasting, mensen. Lasting, ja. Tegen die meneer, die native Suriname people, meneer Boyke. Ja. Ik vind het geweldig mooi. Kijk waar het naartoe leidt, hè, naar die dingen. Kijk. Ik heb geprobeerd om duidelijk te maken van, moet je luisteren, kijk, de Indianen, die waren er al, maar dan, ja, zag je ook Portugezen toen die Engelsen kwamen. Toen die Nederlanders kwamen, zagen ze, ja, er waren Indianen, maar ook Engelsen. En daarnaast ook Portugezen. Ja, ik heb gezegd van, moet je luisteren, kijk, de Surinaamse geschiedenis ligt niet in Suriname, dat moet je niet gaan zoeken. Ik mama dacht, ik ook naar mijn roots, dat is dat hij, ja, veel succes, maar ja, wij gaan niet mee met je, we gaan niet achter je aanlopen. Suriname is gecreëerd, mensen, Suriname is gemaakt, ja. De maker van Suriname, die zitten hier. Hier moet je in het archief gaan. Een gedeelte van Suriname was tijdelijk onder Engels bestuur. Dus als je wil weten over Suriname, hoe het destijds is gegaan, dan moet je in Engeland wezen. Ja? Daar zijn ook archives. Ja? Daar kan je terecht om de Engelse periode dat beheerst werd in Suriname door Engelsen. Daar kan je een hoop informatie uithalen. Als je dat wil, dan kan je meepraten. Het is een keuze. Je bent niet verplicht. Als jij wil weten over dat Nederlands gedeelte, dan kan je naar Suriname gaan, hoor. Ja, maar kijk, Fort Zeelandia, die zit dan en dat, die alles op staan. Leuk, ja. Maar dat zegt niets erover. Ja, als je wil weten over Fort Zeeland, moet je hier weten. En dan, ja, dan moet je gaan lezen. Dat is dat hele issue. Wat ik naar voren heb gebracht. Ik heb je laten zien van, kijk, luister, je moet niet geen mooi weer spelen. Vooral niet met mij. Ja. Ik had het vorige keer bij deze dingen over dat ding van die boom. Ja, dat wij totaal geen respect hebben van onze woon- en leefgebied waar we wonen. Een boom van 600 jaar oud, die voor Columbus al bestond, die we dan door een binnenlandbewoner laten omhakken voor 60 SRD. En dat dan een Hindustanse man op een trailer dat ding zet over de brug. Die Nederlanders hebben gebouwd met allerlei corruptiemiddelen. Naar Sydney haven brengen. Om in een container te stoppen. Om naar China vervoerd te worden. Totaal geen respect voor niks en niks. Maar we praten wel over, ja, we zijn natuurmensen, we wonen in het binnenland, dit, dat, maar je verpest je eigen binnenland. Ja, oké, okay, geef me de macht om het te doen. Nee, dat krijg je niet, want we gaan die wet niet. De wet is niet
is aangenomen, maar ja, Bouterse zal wel gek zijn om het af te kondigen, om dat ding rechtskracht te geven. Want if me doas dan dat dan nog kan goed dat je dan tak hier een dorpgemeenschap verkassen, want ja, onder jouw dorp blijkt er goud te zitten, of blijkt er een of andere grondstof te zitten, en jullie moeten oprotten. Daar komt het op neer. Dus ja, dat ga je nooit krijgen zolang deze mensen zijn. En deze mensen zitten, ja, daarom ik wel loopbaar. Ja, ik ben ook kaptein, dan die zei bij kaptein. Ja, maar luister nou, kijk, je hebt je dat aangepraat. Ja, dat jij macht hebt en je hebt je aangepraat dat je gezag hebt. Ja, ik heb jou laten zien van, ja, Lukuno, kijk, ze zegt van, ja, je wordt gekozen door het volk. Hoe zit het man? Dan bij, wanneer het volk zegt, ja, maar wij hebben niet voor jou gekozen. Ja, Bouterse heeft voor jou gekozen en jou daar gezet. Kijk man, naar die mensen van Machau. Dus dat klopt ook weer niet. Dat is dat enge ervan, mensen. Dus ik ben begonnen door te stellen van, moet je luisteren, kijk. Onze beleidsmakers, ja, dat zijn leugenaars. Je kan ze niet vertrouwen. We zien het hier zo. De man die ze willen per se herkozen worden, dus alles wordt vernietigd en alles wordt opzij gezet. Die hele reutemeteut waar het om gaat, die grondwettelijke beginselen, grondwetten, allerlei wettelijke bepalingen die ze een beetje onwelgevallig zijn, dat wordt gewoon opzij geschoven. Man, we doen het zo, interpreteren het zo, denk dan dat hij, ja. Indiaanse mensen, kijk, dit is het levend voorbeeld daarvan, dat verhaal dat ik zeg, dat we er goed naar moeten kijken, ja, om te weten of Indianen inderdaad de oorspronkelijke bewoners zijn, omdat er vandaag de dag duidelijk zichtbare tekens zijn dat er Indianen telkens naar Suriname komen en ze genaturaliseerd worden. En dat geeft niet, dat mag. Er is een mensengang op mensen stroomopgang, mensen. Dus je kan dat niet tegenhouden. Maar je moet het alleen niet ontkennen. Je moet het niet verbloemen. En je moet vooral eerlijk zijn daar tegenover. Dat heb ik willen duidelijk maken. Je ziet het bij onze beleidsmakers. Dat zijn waardeloze mensen in mijn ogen. Ik ben voor dit onderwerp begonnen met dat ding over die coronavirus. Mensen, je wordt er plat mee gegooid. Ik zeg van ja, ik heb er genoeg van die dingen. Ik weet dat je welke voorzorgsmaatregelen je moet nemen en ik ben daar voorzichtig mee. En ik, goed, Isabi, soms wil je niks meer luisteren, want ik heb ook de pesthekel aan Rutte, omdat hij gewoon veel meer naar de economie krijgt dan naar de gezondheid van mensen. Ja? En er wordt een beeld geschapen van, hé, zelf me goed druk, jullie kunnen gaan werken, het zijn oude mensen, het zijn die oude zakken, die oude knarren. Ja, die gaan toch de pijp uit, inaf bij de pensioen, inaf bij de AOW. Weet je wat voor voordeel dat levert, economisch? Ja, zo denkt men. Alleen, je kan het niet hardop zeggen. En zo worden jongeren ook bedonderd en belazerd. Want ja, SARS kent geen leeftijd, mensen. SARS kent geen leeftijd. Laat duidelijk zien hoe of wat, wie er allemaal overleden is. We hebben het altijd over oude mensen. Is niet waar? Laat je niet bedonderen. Goed. Dat gezegd hebbende, ik focus me op Suriname, want we zijn een Surinaamse zender. Nederlandse zenders besteden genoeg aandacht daaraan, aan Nederlandse situaties. Dus ja, dat hoeven wij niet te doen. Qua Suriname zeg ik eerlijk, omdat je ziet dat onze beleidsmakers leugenaars zijn. Ze hebben zelf gelogen over dat geld, dat ziekenhuizen geen schulden hebben aan de Wandati. En dat er geen brief bestaat. En dat er nooit een brief is. En ja, niemand weet het. Isabi, dus je krijgt de schuld. De ziekenhuizen krijgen, is niet waar. Het bestaat niet. Ja, maar we hebben geen jaarrekening gemaakt om te kunnen bewijzen aan jou dat wij onze schulden betaald hebben. Dat hebben we niet gedaan. Dus ja, mensen. Alweer in de. Ja, maar dat gezegd hebben de, wij. In Suriname kan ik jou eerlijk zeggen, wat familie was dat niet? Laten we ze waarschuwen, takeren. Nou kijk, wees op je hoede ook. Ja, probeer een hoop dingen te vermijden. En ja, hou je hoofd koel. Want Suriname gaat moeilijke tijden mee. Want if you're not money by next,
geld verkeerd besteed. Dan ga je van je bijtestmateriaal. De man kon er gewoon zonder dat ja, we hebben een bodyscan op Sanderij. Dan vraag ik me af, dat je oké, als je zegt, je takje is positief getest op coronavirus. Als je kan appelen, zijn dan, en wat op Sanderij, goed, tenen of zo. Hoe zit het met je bodyscan dan? Heeft jouw bodyscan die persoon niet al eerder op Sanderij kunnen treffen? Ja, dat is een van mijn belangrijkste vragen. Want meteen dacht ja, maar ja. Heeft meneer Dilip Sarju je weer bedonderd en belazerd? Voor tijd dacht hier heb je een bodyscan. Maar dat ding functioneert niet. Want uiteindelijk is die persoon van Sanderij naar huis gegaan. En daar zo ja, aan begin je zijn ziekte verschijnselen. Ja, mensen, ik was er niet bij. Dat zijn de berichten die je kreeg. En ja, oké. Ik hoop en, dat er wijsheid in hun verstand neergeslagen gaat worden. En dat Surinaamse beleidsmakers ja, een goede job doen voor Suriname. En zoveel mogelijk levens sparen ja, die op het spel staan. En dat je niet over één nacht ijs gaat bij het nemen van je beslissing, want de wereld gaat naar jou kijken. En Lukuno, je hebt, laten we eerlijk wezen, 40 jaar, meer dan 40 jaar, Racine Bouterse heeft ons geen windeieren gelegd, Lukutile Poude. En ja, het ligt niet aan mij, want ik ben heel en heel blij dat ik hier zo zit in Nederland, dat ik niet... in Suriname ben, want met de mensen, het is, als ik naar die Surinaamse mensen kijk en naar hun beslommeringen, en de onwetendheid, hè, de onwetendheid van zaken die, je staat er verpand van, hè, dat een Surinamer in Suriname woont, er gebeuren allerlei dingen om hem of haar heen, en diezelfde Surinamer, die weet totaal niet wat er om hem heen gebeurt, rondom hem heen. Hij weet het niet. Dat is dat echt enge ervan. Hij denkt dat hij het weet, maar hij weet het niet. En dat is onze taak als dingen, programmamakers, om die Suriname een bepaalde bewustwording bij te brengen van, moet je luisteren, Isabi, wie is maar bij Leroen toch, aan alle PIR-TV, naar Lafo. Ja, en alles aan zijn breng je naar go toe. Dat gezegd hebben de mensen, ik ga het hierbij laten. Ik ga u overdragen aan de heren van PZN. En ik ben er dinsdag weer. Om 4:00. Ja, en ja, laten we hopen dat dit hele corona gedonder voorbij is. En dat er geen problemen meer ontstaan. Ik wil u weer terugbrengen naar het ding van mensen die klagen over hoe je mijn traditie vernietigt. Die traditie van, ja, moet je luisteren, kijk, concessies afgeven op echt heilige gronden. Maar het meest belangrijke van het traditioneel gezag is dat er een ding wordt gegeven, een grama wordt benoemd. Luister maar zelf. Dan zijn beslissing herzien. Anders dan netelijk zijn we er constant aan. Al deze president kan de amtja, zodat ik kon dat, of school toe. Omdat ik de jongeren verroerde, dat als go amtja, de man kon, want hij moet rust brengen in het land. En om rust te brengen ga je de sterke armen gebruiken. Maar als je sabitakasan zijn creëert uit je onrust, hij begint stellen uit. Uyeretak Tratamara al beëdig Albert zonder de mensen, de familie van Albert. Want een familie, en zo alle deze man is een Albert familie. Het is jammer dat de man is zo goed twee spout kon in een familie. Alleen om bepaalde dingen door te voeren. De president wordt gevraagd
om zijn beslissing. We weten dat hij het niet zal doen. Want wie zei hij, ja, maar is aan de Arki. Zijn inbraak zei hij dat hij doet. Maar hij wordt toch gevraagd om zijn beslissing te herzien. Me kan stellen uit dat Taknanga den kapitein die als zijn kar kon ja. Want ze hebben hem gezegd. Want op het tijdje en takje, we stoppen naar Sansa we doen. We broken binnenland. Midden in die zaal. President, we stop. Asandi we doen ja no boom. We no kan gi amadis agraman. Amandati dat alles man takje. Ja, heel erg mensen. Mensen, ik moet u eerlijk zeggen, ik had mijn telefoonlijnen afgesloten, want ik wilde mijn verhaal doen. Maar ja, ze zijn wel open nu. Ja. Even nog naar een appje hier. In Suriname zijn al meer dan 10 mensen besmet, maar ze zeggen niets erover, hoorde ik net. Ja. Dit zijn dingen die je gaat krijgen met betrekking tot Suriname. Dat iedereen allerlei berichten de lucht in gaat slingeren. En ja, Isabi toch, wanneer alles naar buiten is, dan gaat er een verklaring komen. Mensen zeggen, look nou, kijk, ja, wat mag ik bouwen? Elke land, de president is naar voren gekomen, heeft allerlei toezeggingen gedaan en de bevolking proberen gerust te stellen. Kijk, ik hoef het niet eens te zijn met die rommel die Rutte creëert. Ja, door, naar mijn mening, hè, goed te opletten wat ik zeg, naar mijn mening, het economie voorop te stellen. Want ik weet, ja, kijk, deze man zit in een moeilijk proces, Isabi. Ik moet een keuze maken van, ja, mijn economie moet ik draaiende houden en mijn gezondheid. Maar het gaat niet los van elkaar. De economie hangt samen met mensen. Mensen maken de economie. Als mensen ziek zijn, dan gaat die economie ten onder. Want ja, human resource mensen, dat is die grootste goed dat je kan hebben in een land. Als je dat niet begrijpt en niet beseft, ja, dan krijg je land als Suriname. Want human resource, kijk hier, iedereen gaat naar school. Je wordt opgeleid, je wordt bijgebracht, je moet interne cursussen volgen, je moet meegaan met de dingen. Hoe je dat ding? Nieuwe ontwikkelingen. Dus wat krijg je? Je moet investeren in je mensen. En dan zie je, je mensen worden ziek. Ja, ik heb die mensen zodanig bijgebracht dat ze de economie goed draaiende kunnen houden. En nu krijg je klappen. Ja, dan zou je toch een keertje een keuze moeten maken van, hey Luister, kijk, mijn human resource die ik heb, human capital, ja, dat is de grootste economische eenheid die ik heb. Ik ga ze beschermen. Iedereen blijft thuis. Niemand gaat de deur uit. Je komt niet met elkaar in contact. Sorry, zo is het. Ja, dan accepteer ik mijn verlies. Maar nu kijk, je gaat economisch achteruitgang hebben. Maar je gaat ook mensen hebben die lichamelijk vreselijk achteruit gaan. En dan heb je een groter probleem gecreëerd voor jezelf. Ja. Mensen, het is niet makkelijk. Het is totaal niet makkelijk. De taak van een president is. Ja. Terugkomen naar Suriname, Bouterse. Waar is deze man? Waar is hij? Hij moet naar voren komen en het volk toespreken. Je moet geen Adin sturen. Dat laat zien dat jij een sokkeling bent. Ja? Waarvoor ben jij president? Jij moet komen en jij moet je iemand iets komen vertellen. Natuurlijk, je moet het niet doen als de vorige dingen. Maar kijk die rommel die je gecreëerd hebt met dat ding met Kerpalani. Ja, dat is een hele schandelijke vertoning. En dan heb je een grote nul daar zitten naast je. Hoe heet die man? Cliff Limburg. Amanet Nogaskor, annuleer je over mediabeleid naar de Zandatier. Dan verstaan Nabi. Dat hij jou moet instrueren hoe jij je moet gedragen naar de Zandatier. Ik begrijp dat niet, mensen. Hoe kan je dit soort mensen in dienst nemen? Je moet toch iemand hebben die jou gaat leren en zeggen, je moet je zo gedragen, je moet je zo aanpassen, je houding, zo moet je staan, zo kom je presidentieel over als een waardig president van een natie. Ja, maar ja, jere, bobo bet sorry, dat hoe betak voor si toch, Isabi. De lamme leiden blinden. Ja. Daarom zeg ik, Bouterse maakt grote fouten door dit soort ongeschoolde mensen
in te huren. Ja, je hebt ze wel nodig hoor, om de massa, de domme massa, op drief te krijgen. Maar in een moekong, wanneer jij een moeilijke speech gaat houden, moet jij deze mensen buitensluiten. Even mensen. We gaan luisteren. Ja. Een hele goede. Oei. Een hele goede middag. U bent erin. Goedemiddag, met Romeo Roos hier uit Amsterdam. Ja, goedemiddag. Goedemiddag. En dat is, ik haak direct in op wat u zei, dat de massamoordenaar Beul niet aanwezig was, niet in de DNA vrijdag, gisteravond niet op de persconferentie. En dat is wat men noemt de volkspresident. Ik hoop dat het volk van Suriname nu eens eindelijk inziet wie of wat een volkspresident is. Kijk, laten we vrijdag nemen. Toen de vicepresident aankondigde dat er één geval van corona was ontdekt. Dat betekent, de vicepresident was op dat moment niet in DNA aanwezig. Toen het bekend werd, was er een DNA-vergadering gaande. En toen heeft hij zich direct gemeld bij de voorzitter, althans bij het presidium neem ik aan van DNA, zegt nou, ik wil hier een verklaring over geven. Terecht vind ik, voordat er geroezemoes gaat ontstaan. Dus de DNA-vergadering was gaande. De vicepresident is gekomen en heeft het bekendgemaakt. Op dat moment, gezien de ernst van de zaak, had de president in hemzelf naar de DNA moeten komen. Hij had geen vicepresident moeten sturen. Hij bleef rustig in het binnenland. Brokkenbak heb ik begrepen. Oké, dan kan ik je nog vergeven voor vrijdag. Maar dan wordt er een persconferentie belegd zaterdagavond. Dan neem ik aan dat je genoeg tijd hebt om over te komen naar de stad en de leiding te nemen. Nee, dan gaat de vicepresident weer de leiding nemen. Die leidt daar de boel van de persconferentie. Maakt nog bekend, wanneer de massamoordenaar Beul, die zit aan de poort naar de stad komt, dan zal hij verder gaan. Maar het is toch geen gezicht. Welk vertrouwen wek jij zo in de bevolking? Jij als volkspresident. Het is een kwalijke zaak. En dan komt er nog een punt. U weet dat het moment vrijdag toen bekend werd dat er een coronabesmette persoon in Suriname zou zijn, heeft toen na vele beraadslagen, na heel wat gepraat, heeft uiteindelijk de voorzitter van BVL als bekendgemaakt toch goed zijn, gezien de ervaringen in andere landen, dat we per maandag direct de scholen sluiten, vakanties naar voren halen en dan zullen we zien wat te doen met het examen. De vicepresident komt gisteravond de persconferentie. Omarmt, zonder het te noemen, omarmt het voorstel van mevrouw Mangre. Die maakt het bekend, wij gaan de scholen sluiten per maandag aanstaande. Maar tegelijkertijd haalt deze man het in zijn kop om de voorzitter van een bond, natuurlijk wijzend naar mevrouw Mangre, van langs te geven dat zij niets hebben te zeggen. Want hij geeft af op een bond, op voorzitter van een bond. Hoe ziek moet je zijn? In een toestand waar je alle categorieën, alle dingen uit de gemeenschap moet samentrekken om mee samen te werken. Om tot een zo veilig mogelijke een beveiliging van deze omstandigheden, van deze crisis, behappen van deze crisis te komen. Nee, je omarmt wel haar voorstel en om daarna van langs te geven. Ik zeg nogmaals, zolang Suriname blijft onder het juk van deze paarse kwelgeesten, onder leiding van de massa tot 20 jaar veroordeelde massamoordenaar Beul, deze lange boodschap, zullen we dit soort tafereelen hebben. En daarom zeg ik, volk, weet waarop u 25 mei aanstaande stemt. Meneer Singh, dat wil ik zeggen. Dank u wel. En succes met uw programma verder. U ook bedankt en houd corona vrij, hè? Ja, zeker. Laten we dat hopen. Het is erg genoeg. En ik, nogmaals, ik vind het erg voor Suriname, hoor. Kijk, hier in Europa, ja, ondanks het feit dat we beter voorbereid zijn, is het al zo erg. En men treft nu maatregelen. Ik heb gehoord, vandaag gaat de regering een besluit of morgen, per ingang van morgen, de scholen dichtgaan. Wat ik vond, had al lang moeten gebeuren. Ook hier zijn ze een beetje traag. Mm-hmm. Maar ik vind, met de ervaring die je hebt van andere landen, hoef jij niet traag te zijn. Bovendien weet u dat de directeur en zijn plaatsvervanger van het Wanica ziekenhuis in Suriname is ontslagen, omdat ze duidelijk hebben gemaakt, wij gaan geen coronapatiënten opvangen, want wij zijn nog niet daartoe klaar. Wij volgen de regels van WHO. En omdat de man de internationale veiligheidsregels van de WHO volgt, wordt hij ontslagen. Het is hetzelfde als Gerci, de governor van de Centrale Bank, van Trick
de governor van de centrale bank, die niet werkte volgens internationale maatstaven, maar gingen werken in opdracht van de massamoordenaar Beul Bouwse en zijn voetboy hoefdraad om te doen wat zij willen. En nu blijkt de boel in de spaak te open, ontslaan ze hun, jagen ze weg en van Trick zelf laten opsluiten. Wel, die directeur van de Wanica ziekenhuis zegt, dat laat ik mij niet overkomen. Ik werk via de internationale maatstaven en ik voel nog niet zo, hoe kan jagen niet. Ook meneer Hindori van Sint-Vicentius ziekenhuis zegt, wij gaan geen mensen opvangen, want wij hebben niet de spullen die wij al maanden omvragen voor het geval dit om ons overkomt. En u ziet wat men nu heeft gedaan. Men is er in het zorghotel, die meneer of mevrouw in het zorghotel gaan stoppen. Want daar heeft het SVZ, of hoe het noemt SZF voor het zeggen, onder leiding van meneer Hasselt. Hasselt, ja. Nou, ja, het gaat goed met Suriname. God zij met ons Suriname, meneer Sting. Dank u wel. Jong, goed zo. Dag. Ja, mensen, ik heb u gezegd aan het begin van mijn programma, ik heb er een hard hoofd in. Omdat onze beleidsmakers, ja, moet je luisteren. En kijk, in om kijk je de man niet zien hoe je zaken moet doen. Want net wat meneer Hoos zegt van, ja, mevrouw Mangri heeft gezegd van, hey, nou, ik neem geen risico. Ik zeg tegen al mijn leerkrachten, sluiten die tent. En dan nemen ze het inderdaad over. Maar ja, je moet niet komen om te zeggen van, ja, now you doing. Dus de meisje koe granie, weet je. Dat is zo zielig. Een hele goede middag, u bent erin. Meester, goeiemiddag, meester, jongen, we gaan bellen, jongen. Jongen, daar, van wakker daar. Hoe waren, met een coronavirus, dat in de soja, ik wil geen drie bakken dan. Corona. En, meneer, Boefi, we moesten gaan school doen, dat hebben we verloren. Hebt u wat daarvan, daarover gehoord? Ik heb er totaal niet van gehoord, maar ja. Misabi taki bijna een stuk of 7 mensen zijn verhoord, waaronder ook Bouva Nangadewandati. Maar hoefde dat gaat ook gaan, maar alleen ja, is Donanga Sheng takia, if me go, dat hem ook tak jongen, want bigi minister, bemoesigasani jongen, nou een PG, dus ja, het is een beetje wat schandelijke sani, maar. Zodra Misabi duidelijk, en ik heb bevestiging takago, dan moet hij gaan. En kan de meneer Tritje Karning? Ik kan je één ding verzekeren, meneer Tritje Karning, ja. En zijn verklaring. Ja, oké, bedankt. Fijne zondag. U ook bedankt, hè. Oké. Goed zo, dag. Dag. Ja, mensen. Meneer Tritje Karning, ik kan... dag zei wat niet, Isabi. Even kijken hoor, mensen. Iemand stuurt een dingetje hier zo voor ons. De districtcommissaris van Paramaribo bestuurs resort Noordoost maakt hierbij bekend dat ingaande zaterdag 14 maart 2020 vanaf 11 uur alle openbare markten in het bestuursresort Paramaribo Noordoost tot nader order worden gesloten, dus wojo, nee, de mensen in Sedan. Dit in het kader van preventieve maatregelen ter bescherming van iedere Surinamer tegen de gevolgen van COVID-19, een variant van het coronavirus. Ja. Het is geen variant, het is hetzelfde. Maar ja, goed. Die mensen van Stavassen in een WhatsApp-groep. Yo, utapagasariare, bekwan lokarap. Pakoman, ne wakaisen wan lololo sariare, Isabi. Mensen, oké, goed. Ja, markten zijn. Kijk, dat is een officieel bericht van een bestuursorgaan. Dan wil ik dat best wel lezen, Isabi. En dat wil niet zeggen dat al die andere berichten niet. Dat niet, want ja, later blijkt toch jouw berichten te kloppen. En daarom zeg ik van ja, oké, goed. Alle berichten die je krijgt is prachtig. Omdat ja, de hoogste boodschapper van Suriname
Ja, is dat toch later ook Kongbaka? Dan gaat hij besopen weer komen op een persconferentie. Omringd door allerlei domoren. Ja, die hem niet kunnen begeleiden en bijpraten en bijscholen van je moet het zo aanpakken naar de Sandati. Weet je dan? Ja, mensen, het is een schande. Hele schandelijke vertoning. Want ja, de laatste. Ik blijf het zeggen. De laatste. Persconferentie van deze man samen met dingen, meneer Kerpelani. Ja, dat was echt een aanfluiting. PSI Taki, want meneer Kerpelani moest hem telkens verbeteren. En dat het niet klopte. Ja, dan. Het is Saritori, mensen. Het is Saritori. En ja. Dat is. Dat een regime zo eigenlijk. Aan zijn einde gaat komen. Hè? Want ja, ik kan dat zeggen wanneer. Kijk, er zijn. Als je naar de geschiedenis kijkt, Mobutu, Idi Amin, Taylor, ja? Die man van Sudan, Gaddafi. Altijd een militair regime die aan de macht komt zonder verkiezingen. En je moet niet kijken naar die verkiezingen van de NDP die laatst zijn gehouden, 2015, na 2010, na de want dat, de zaad, de kiem daarvan is ontsproeten uit geweld, een geweldspiraal. En je ziet het gewoon voortzetten, maar al deze regimes komen aan zijn einde zelf. Datzelfde regime wordt opgevreten door een ander. En ja, we hebben dat gezien in onze geschiedenis. Het is niet prettig om te zien hoe dit soort dingen eindigt. Mugabe was er ook een van. Ja, oké, goed. Het is wij Surinamers, dat ligt van we met ons aan meta. Kijk, oorspronkelijke bewoners, Indianen, en we zien ineens zoiets gebeuren waar we zeggen van ja, hey, we moeten dit een plekje geven in onze historie van ja, maar ja, de koffereman die zei, kon jij naturaliseren. Zo ga je zien, kijk, Bouters heeft zijn intrede gedaan via geweld. En nu gaat hij zijn uittreden moeten doen. Alleen wij vragen ons af hoe. Want ja, mensen, ik blijf één ding zeggen en ik ga het blijven herhalen. Justice naman, Surinamers moet je niet te vertrouwen, nooit vertrouwen, omdat zij de tiddelen, hey baka, hey takman, dus dan, ja man, wie woont buiten, alles wat ons. Er zijn man die zie, op draai, op die spiet, nee tapu. Dat je zelf was kreeg, je zag toch wat er met Gaddafi gebeurde. Hij liep in de waan te leven van, ja, iedereen hield van hem, want ja, hij gaf alles gratis. Ja, je kreeg oliedollars. Zij moest dan allemaal niet. Dan mag we doen niks. Nee, geef je bevolking maar alles gratis. En ja, prima. Telkens zelf de bevolking dat dacht, ja, maar je iemand daar maar samen kan dan. Want ja, je bent geblacklist. Je kan niet eens niks kopen ermee. Zodra iemand bij ons aan in het buitenland, ja, dan zijn die Amerikaanse dollars weinig waard. Dus mensen, even hoor. Een hele goede middag. U bent erin. Ja, goedemiddag meneer Singh, met Roberta. Ja, goedemiddag mevrouw Roberta, vertelt u me alles. Niet alles, u heeft het over corona, dus ik dacht, ik ga u even inlichten dat de minister van Buitenlandse Zaken, Suriname, zichzelf in quarantaine heeft geplaatst. Ja, ja dat klopt, ja, dat heb ik gehoord, hè. Maar dat ze zichzelf heeft geplaatst in quarantaine, dat is nieuw. Ja, zelfisolatie, dat ja. Erbij, want het is vrijdag aangekomen. En ja, ik weet het niet hoe verder waarom. Maar mevrouw Roberta, er was iemand die heeft gezegd in Suriname van ja, kijk, Surinaamse mensen die krijgen geen coronavirus. Nee, dat zeiden ze ook, want ze drinken pita. Ja. En het is meer dan 26 graden en ik denk dat het voor iedereen is. En net wat u zei. Dat hele apparaat wat daar staat, werkt van geen ene kant. Maar die ene mevrouw, de eerste persoon, ze is er langs gegaan. Ja, precies, ja. Gebeld. Ja. Ze is woensdag in Suriname aangekomen en naar huis gegaan. En pas, ik meen vrijdag,
met ziekteverschijnselen opgenomen. En ja, toen zaterdag bleek dat het inderdaad bevestigd was. Maar ja, van woensdag naar donderdag. En kijk, die mevrouw heeft afgereisd vanuit Sanderij helemaal naar Paramaribo. Die mevrouw zat met zoveel mensen in één vliegtuig. Amsterdam naar Paramaribo. Ja, precies, ja, ook. Nog verder, ja. Weet je. Was de minister ook, want ze kwam uit Nederland. Ja. En vrijdag was er een hele heisa ook op Sanderij, ja. Vertel. Nee, want er stond in alle dagbladen van Suriname. Vrijdagavond is er een vliegtuig aangekomen uit Nederland. En er bleek een verdachte persoon erin te zitten. Dus ze hebben eerst een meneer aangesproken, bleek een mevrouw te zijn. En zij is eruit gehaald. Maar de rest van de passagiers mochten er niet uitstappen. En het vliegtuig zou terugkeren naar Nederland. Voor 12:00 in ieder geval. En de mensen werd voorgehouden dus dat ze een kleinere toestel zouden zetten. Waar de mensen dan gebracht zouden worden om zoveel uren te blijven totdat er bekend zou zijn. Nou, de mensen hebben geweigerd, de passagiers, om uit te stappen. En het vliegtuig is niet meer teruggekomen, is pas gisteren vertrokken. Ja, ik kan u één ding verzekeren. Vele landen maken hun luchtruim nu dicht, omdat men niet wil gaan lopen sjouwen en stouwen met mensen waarvan ze niet zeker weten dat ze besmet zijn. En het was een SLM-vlucht, een gehuurde vlucht dan. En die hebben dus, het Surinaamse autoriteiten hebben vandaag of gisteren dan wel toestemming gegeven om te vliegen. Dus het is wel naar Nederland gekomen. Maar de mensen wouden niet uitstappen, de passagiers, van jullie gaan ons in een kleinere vliegtuig zetten. Een beetje kleinere ruimte. Er waren 100 zoveel mensen. Ja, ja, gelijk hebben ze ook. Ja, ik denk ook, maar ja, bleek, ik weet het niet. Maar meneer Singh, ik wil even nog hebben over de inheemse of de Indiaan. Goed zo, ja, ja. Weet u, de landen bestonden, toch? Ja, ja. Weet je, voordat de blanken daar gingen, de Spanjaarden of de Portugezen, wie het eerste waren, zeg maar, we spreken over het continent, hè, Zuid-Amerika, waren bewoond door Indianen. Naamgegeven, ik weet niet hoe ze heten, maar naamgegeven door de Europeanen, Indianen. Toch, waar ze vandaan zijn gekomen, vanuit welke continent daar, dat weet ik niet. Of ze al daar waren, in Noord-Amerika sowieso en Zuid-Amerika, maar waar ze vandaan kwamen, weet ik niet. Maar wat ik altijd wel weet, dat er daar altijd Indianen waren als ras. Geen blanken, geen Aziaten, geen Afrikanen, maar Indianen. En toen de Europeanen gingen, zijn er landen ontstaan, Suriname, grenzen getrokken, zoals ze altijd doen. Dus ik denk dat ze aanspraak maken op elke nationaliteit. Ze kunnen naar elk land gaan en zeggen, hé, ik ben de eerste bewoner. Want als je het als continent ziet, dan waren ze, ja, zij zijn de eerste bewoners. Laat me het zo zeggen tegen u. Kijk, als ik u zeg Inuit, zeg dat u iets? Ja, Eskimo. Goed zo. Ja, maar deze mensen, die Eskimo's, die Inuit, die wonen vlak hier bij ons, Finland, Groenland en die plaatsen. En dan krijg je inderdaad die Eskimo's, die wonen op Alaska. Ja? En kijk, in Canada, hoeveel Indianen daar zo gewoond hebben. Heel Amerika, tot aan de Andes woonden de Indianen. Dat zeg ik toch, Noord-Amerika en Zuid-Amerika. Uh-huh. Hele continent, het is verdeeld in Noord en Zuid. Maar als ik het als heel continent zie, dan waren het altijd bewoond door, zeg maar, Indianen. De Eskimo's zijn er, oké, het is kouder daar, dus ze zijn, weet je, zijn ietsje anders. Misschien zijn ze ook uit Rusland die kant opgekomen, I don't know. Maar de Indianen, zoals wij ze kennen, zoals in Zuid-Amerika en Noord-Amerika, we kennen geen andere ras daar, toch? We kennen geen Afrikanen daar, toch? Nee, nee, exact, dat is waar. Dus ik wil niet als land spreken. Dus als je zegt als land, Suriname, grenzen zijn later pas getrokken. Dus ik denk dat zij, dus als er nu wordt gezegd, ja, maar inheemse en ze hebben er recht op, oké, maar dan hebben ze niet alleen recht op Surinaamse nationaliteit. Dus dan kunnen ze in elk land in Zuid-Amerika gaan en zeggen, hé,
Hey, ik ben de eerste bewoner, dus ze kunnen naar Brazilië gaan, ze kunnen naar Argentinië gaan, ze kunnen Venezuela, weet ik veel, ze kunnen heel Zuid-Amerika gaan, omdat het als continent gezien, dat ze wel, ja, zij waren, daar is iedereen over eens, dat zij de eerste mensen daar waren. Daarna zijn er anderen gekomen. Ja, nee. U hebt gelijk, want kijk, ik heb gezegd van, kijk, wij Surinamers gaan ervan uit dat... Over land. Ja. Ik, als continent, want ja. De land, mensen zijn later. En ze bevonden zich, ze neemden sowieso als nomaden, dus een tijdje hier. En als het niet meer vruchtbaar was, dan gingen ze ergens anders. Dus ik denk dat ze in heel Zuid-Amerika zijn geweest. Maar toen, zonder grenzen, zonder landen die gemaakt zijn door, zeg maar, de Europeanen. Dus dan hebben ze recht op heel Zuid-Amerika. Heel Noord-Amerika ook. De rest is toch import. Jawel, het klopt helemaal wat u zegt. Weet u dat vanaf Canada, Noord-Amerika, ja, Amerika zelf. Kijk, al die Mexicanen, al die, daarom noemt men het ook. Niet Alaska hoor. Maar Alaska zitten daar, die Eskimo's toch? Ja toch, maar zij zijn ook een beetje... Niet een beetje, het zijn Indianen, al hoe je het keert of draait. Maar zij zijn in het noorden, in het koude streek, dus ja, ook op ja. Een andere manier. En hoe warmer gingen ze, ja, denk ik, anders leven. Maar ik denk zij, want daar waren geen andere mensen. Nee, dat klopt, ja. Maar dan gaat u wel dan problemen krijgen met die Afrikaanse mensen. Want die mensen zeggen van, ja, kijk, luister nou, wij zijn de eerste menselijke wezen. Ja, dus zij zijn de eerste mens. Op aarde. Op aarde, ja. Oké, dan is het goed. Ik weet niet of dat goed is. Als zij dat zeggen, dat de mensheid daar is begonnen, of de Afrikanen zijn. Mm-hmm. Als ze zeggen dat het daar is begonnen, ze zeggen ook dat het in Tibet is begonnen. Zijn het alleen maar theorieën, zijn geen bewijzen. Nee, maar kijk nou, daarom heb ik iets gedraaid vandaag, om te laten zien van, kijk, eigenlijk zijn er bewijzen in Suriname, maar we gaan er niet mee om, zoals we behoren om te gaan met dat bewijs. Want kijk, die mannen hebben een concessie afgegeven op een plek, ja, waar de 5000 jaar geleden Indianen gewoond hebben. En daar kon je veel uit halen. Weet u dat de rotstekeningen ook in Suriname zijn? Ja, en waarom doen we daar niks mee? Ja, u weet, toch, u kent Suriname en niet Suriname van nu. Suriname van na 1980. Het is, sinds wij, hoe moet ik het zeggen, als de Nederlanders nog aan de macht waren, zij zijn mensen, zijn nieuwsgierige mensen. Ze willen alles weten, of het nou met Nederland te maken heeft, of in het buitenland. Dus ja. Alles wat we tot nu toe weten van de wereld, komt toch door blanken. Ja, zij precies, ja. Zij moeten ons komen vertellen hoe onze geschiedenis, onze oorsprong is. Van onszelf komt er niks af. Nee, wat ik altijd zeg, meneer, alles wat wij algemeen weten, van de blanken, de boeken, alle onderzoekingen, alles. Ja. Waar je zit is een blanke naam. Op onderzoek geweest, alle geleerden, alles. Dus ik bedoel, zij hebben de interesse in, wij niet. Wij breken het af. Ja. We waarderen het niet. Wij breken het af. Want kijk, de blanken, kijk hun musea's. Vol met schatten oudheden. Gestolen. Ja. Maar kijk, ze hebben het bewaard. Ja. Maar wat doen wij zelf? We blazen het op, we maken het kapot. Het heeft geen waarde voor ons. Dus ons geschiedenis interesseert ons niet. Het gaat alleen maar om nu. Ja. Ik. Wanneer het ons uitkomt, goed uitkomt, dan gaan we dat geschiedenis gebruiken. Maar wanneer het ons niet uitkomt, ja, laat maar liggen. Ja, maar ja. Net als het programma wat er geweest is, de Amazones over Suriname. Ja, precies, ja. Dan zeg ik, een vrouw, een blanke vrouw, zij gaat met haar cameraploeg, ze maakt contacten, ze interviewt mensen. Ik heb nog nooit een Surinaamse journalist gezien die zoveel, of een beetje effort heeft genomen om te gaan filmen en publiekelijk te maken, kijk mensen, dit is er gaande in Suriname. Ja. Het moet weer van een blanke komen. Ja. En het is niet in hun voordeel.
En dat weer koloniseren van Suriname, dat snap ik niet. Dat is nog nooit gebeurd in de wereld. Waarom zal Suriname de eerste zijn dat Nederland, de oude kolonie, een onafhankelijke land gaat inleiden of koloniseren? Ik dat niet. Nee, maar dat is echt wishful thinking, mevrouw Roberta. Want kijk, weet u wat het is? Surinaamse mensen die daar wonen, die weten dat ze er een puinhoop van gemaakt hebben. En dan ja, eigenlijk is het een soort toenadering van Suriname om te zeggen, ja, help me nou. Ja, dat is het, maar ja. Ik bedoel, meneer Singh, elke kolonie, want ik denk, de meeste kolonies, laten we Frans Guyana laten, de meeste kolonies zijn gewoon onafhankelijke staten, republieken. Welk kolonisator is teruggegaan en na zoveel jaren en gevochten hebben of weet ik niet wat, een koep laten plegen om het land weer te, om het in te leven. Geen land, dacht ik toch? Nee, dat... Waarom Suriname? Ja. Zijn met mijn propaganda en de domme massa die er achteraan lopen, ik snap het niet hoor. Ja. Maar ja, met het hele corona ook van begin af aan, het ontkennen en het kan niet en het dit. Weet hoeveel geld ze hebben opzij gezet voor deze crisis. 500.000 SRD. Hmm. 500.000 SRD, mijn god, hoeveel euro is dat? Ze hebben niet, ik denk dat ze ook geen testmateriaal hebben. Nee, ik kan u verzekeren dat het er niet is. En u ziet wat er gebeurt, hè? Ja, en meneer Bouten is echt aan het dokken, vooral zijn leeftijd. Ja. Dat is wat hij heeft. Maar soms moeten we meneer Bouters niet kwalijk nemen, omdat ja, hij in de categorie valt van ja, kwetsbare. En ja, risicogroep toch? Risicogroep, ja. Ja. Dus Brokkobakka daar is heel veilig. Ja. Ja. Ik heb echt, ik hou mijn hart pas voor Suriname hoor, voor de mensen met Zade. Want als het uit, oké, scholen gaan dicht, alles, alles staat dicht en... Weet u, ik had ook altijd gedacht, toch, meneer Singh, het was een wishful thinking van mij. Maar het is uitgekomen. Stel dat geen vluchten meer naar Suriname gaan, geen Nederlanders meer naar Suriname gaan en hun euro's daar spenden. Wat gaat er met de economie gebeuren? Oh jee, dan is het afgelopen. Maar dan kan ik u eerlijk zeggen, dat ze willen graag gekolonialiseerd worden. Hè? En dan gaan ze hun wens in vervulling zien gaan. Alleen niet door blanken, maar door Chinezen. Ja, corona. Ja. En nu is het voor zeg maar 30 dagen, hè? De luchtruim is voor 30 dagen gesloten. Dus 30 dagen geen vluchten, geen Nederlandse vluchten. Uit Nederland dan. Maar mevrouw Roberta, we moeten dit duidelijk maken aan de Surinaamse gemeenschap. Hè? Kijk, het gaat slecht met Suriname. Plotseling is er olie gevonden, dus het gaat goed gaan. Oké. Ik ga een keertje goed uitweiden daarover met allerlei materiaal om te laten zien of het klopt dat er olie gevonden is voor de kust van Suriname en dat het dan ons welvaart gaat brengen. Maar dat is een ander show. Kijk, het moment dat wij onze luchtruim sluiten, Suriname bedoel ik, hè, dan ga je een ander probleem krijgen. Want ja, dan kan je zeggen, ja, maar meneer Tjotelal kan niet naar Nederland om die knoflook en uien te kopen. Dus wanneer het er niet is, moet je niet klagen. Ja, want waarom? Ja, er is coronavirus. Dus deze dingen worden op een juiste moment naar voren gebracht. Want kijk, Suriname heeft geen geld meer nu. Er zijn al die bankreserves zijn opgemaakt en alle valuta zijn weggemaakt. Dus er valt niks meer te kunnen halen binnen en buitenland. Dat is er niet meer. Dus ja, kijk, als we nou zeggen, ja, maar ja, we sluiten het luchtruim in 30 dagen. We zijn al in maart toch, eind maart, dus dan zijn we dan, nog 30 dagen afsluiten, dan praat je al april. En ja, dan wordt er niks meer gedaan, want ja, dan krijg je mei, verkiezingen. En dan gaan we zeggen van, ja, maar moet je luisteren mensen, we zitten met die coronavirus, daarom zitten we nu in de penarie. Nee, dus, maar niet eens. Als ik goed geluisterd heb naar de VP, ja, heeft hij gezegd, voor personen, cargo, vracht, gaat gewoon door. Mensen hoeven zich mensen hoeven niet te vrezen. Goederen komen gewoon Suriname binnen. Maar ik heb geluisterd dat hij zei, van ja, die goederen komen, we gaan ze halen bij Trinidad. Zoals gebruikelijk.
Ja, mensen. Het gaat om mensen. Ja, 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 ja. Maar ik blijf zeggen... Als ze binnen gaat brengen of wie ze binnen gaat brengen, weet ik niet. Maar ik weet dat de koers flink omhoog gaat gaan. Ja. Komen minder geld, want hoe dan ook toeristen brengen veel deviezen naar binnen. Ja, 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 zeker. Als het voor 30 dagen nu geen vliegtuigen meer komen, nou, dan weet ik het niet. Nee, want kijk, ik zeg één ding. De Surinaamse mensen hier in Nederland, die kijken naar Brits Guyana en die zien van, kijk, tijdens verkiezingen kan het misgaan daar. En het is misgegaan, maar niet op zo'n grote schaal. Er is maar één dode gevallen. Maar in Suriname heb je dat probleem van, moet je luisteren, het is een combinatie van allerlei factoren waarbij er een hoop ellende kan komen. Ja, Surinaamse mensen gaan voorlopig niet naar Suriname. Niet vanwege corona, nee. Vanwege de komende verkiezingen. Als ik ga, dan ik zeg, ja, ik ga daar 3 weken willen blijven. Dan ben jij dicht aan het naderen naar mij dat de verkiezingen gehouden gaat worden. En je weet, een Surinamer is onvoorstelbaar. Een Surinamer die is getraind om een Surinamer die in Nederland woont aan te vallen. En overal voor te beschuldigen. Alles de schuld van te geven. Snap je? En dan ga je dat probleem krijgen van, ja, kijk, we komen niet. Maar als ik niet kom, dan is er niemand die een ticket bij SLM koopt. Maar die vliegtuig staat er. Het moet onderhoud krijgen. En ja, als mensen niet komen, dan hebben we een probleem. Dan leiden we verlies. Snap je waar ik naartoe wil? Ja, ja. Maar weet u, kijk, van Guyana, u heeft het over Guyana. Ja. Gelukkig dat er buitenlandse waarnemers waren. Ja, 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 ja. Want waren ze er niet, was Section 4, was het gewoon? Ja. Was het geteld, weet je? Dus ik hoop dat, ik weet het niet. En ik, ja. Weet u, als er geen geld is, als het een land is met een behoorlijke bestuur en alles is op zijn plaats... De gezondheidszorg, de rest, dan kan je zeggen, oké, weet je, we doen toch. Het gaat niet als Europa zijn, want hier, kijk maar, hier is het ook een puinhoop in Italië, Portugal, Nederland ook. Dus, maar zoals het nu is, en het, ja, ik weet het niet. Dat het goed uit hoor. Niet voor de oppositie, niet voor de coalitie, sowieso niet voor de bevolking, want... Mensen worden, ik weet het niet, ook niet goed voorgelicht. Of ja, voorlichting is wel goed als ze zich eraan houden. Maar de soort drastische maatregelen, alle markten op slot. Weet je, dat vind ik ook zoiets van, nee, mensen moeten toch hun producten ergens gaan kopen. Je kan niet zeggen van alles op slot, je moet toch iets bedenken. Je moet eerst met een oplossing komen voordat je de ene stopt. Je kan niet maar zeggen, hé... Hey, stoppen, klaar. Omdat anderen het doen. Je moet er over. Ja, ik weet het niet. Het is wel een, en het is niet een probleem van Suriname en van Nederland. Het is overal. En China, je weet hoe China is. Dus China geloof ik niet of het nou minder is geworden of niet. Ik kijk alleen maar wat daar gebeurd is. Wat in anderen en wat er gaat gebeuren. Maar ik kan u één ding verzekeren. Vertrouw die Chinezen niet. Nee, vertrouw ik. Vertrouw ik niet. Ik kijk alleen maar. Ik wacht niet af. Ik ben niet aan het afwachten. Ik ben aan het kijken wat er in China is gebeurd, wat er in Japan is gebeurd, Zuid-Korea is gebeurd, Italië en andere landen. Want hier gaat ons, weet je, het is 3-3, wat is dit? Dat moeten we doen. Niet wachten tot dat, dit of dat. Of. Maar ja, meneer Singh? Ja, er is nog een laatste vraag. U mag niet weggaan nog. Hallo? Ja, ja, ik ben... Ja. Er is iemand die zegt, dan waar komen de Indianen vandaan als men zegt Afrikaan was de eerste mens? Oh mijn god, dan waar komen de Indianen vandaan? Ik blijf aan de gang, hè? Nee, als we daarover gaan praten, toch meneer. Ja. Dan is er geen einde. Wie de eerste was of wie de laatste, I don't know, voor mij ook een vraag. Van waar, hoe en hoe? Ja. Daaraan wil ik niet beginnen. Dan wordt het eindzoek. Ja, en aan de Darwin-theorie. Dus is een theorie, daarom zeggen ze Darwin-theorie. Ja, goed zo. Ja. The origin of species.
Ja, toch? Ja. Theorie. Ja. Nou, het woord zegt het al. Dus, nee, het is een hele grote vraagteken en voor iedereen. Ja. Waar de mensheid, waar wij vandaan komen. En waar alle species vandaan komen. Elk wezen. Dat weten we niet. Ik weet of het uit water is, stellig is, weet ik veel wat het is. Laten ze maar erop los theoriseren. Daar wil ik niet aan beginnen. Daar wil ik niet aan beginnen. Hallo? Ja? Oh, ik dacht dat u weggevallen. Ja, ik zeg u eerlijk, laten we daar niet aan beginnen, want het eind is zoek en we weten het niet. Daaraan echt niet. Als geleerde geen antwoord erop heb, wie ben ik? Ja, precies. Nee, daar, ik heb mensen kunnen zoveel zeggen, iedereen kan zeggen het is dan nee. Daar wil ik echt niet aan beginnen. Maar meneer Sien, ik heb... uw vraag denk ik niet kunnen beantwoorden. Dat u antwoord van iemand gaat krijgen. Maar ik wens u een hele fijne uitzending en een hele fijne zondag. En ik zou zeggen voorzichtig. U ook, weet u. En ja, bedankt voor uw belletje, ja? Graag gedaan. Oké. Ja. Dag. Ja, dat was mevrouw Roberta, mensen. Ik kreeg een mooie foto hier zo van mevrouw Yvonne uit... met een, een foto van meneer Bouterse met, ik meen ze klein, dochter nog wat. Hij laat jullie allemaal groeten, Odi. Nou, ik heb haar geschreven. Ik stuur hem ook Odi terug. Heel leuk, mevrouw Yvonne. Even kijken hoor, mensen. Waar zijn we? Dankjewel. Ja. Een hele goede middag, u bent erin. Meester, goeiemiddag. Dag, goeiemiddag. Alla, die zo'n griezer na taboe. Ja. Ja. Na laatste bericht, amie, kies net. Ja, de man vrede toch hier, de man geroofd, de man toch. Isabi poeru, njansan, want ja, hamsteren. En ja, if je go hamsteren in Ammoni, ja, dan wordt het plunderen. En dan de man weer een van de kar een mondkapje hangen om in de stap te gaan zangen. En dan steeds die met money hoor. Steeds die met money. Hoe je taboe tong. Waar er moet mee heren. Om in lezen. Amo. Wat je zonde. Je doet. Hoor ik corona vrij hè? Amo. Oké. Ja mensen. Ik hoorde een hele verontrustend bericht op een programma. Van ja, per allemaal tak moet je luisteren, de prijzen stijgen de pan uit. Ja, en if me no man buy, dan mag ik tikkie. Ja, kijk naar mensen, ophouden hiermee, Isabi. Oh, het is niet Bouta zijn kleindochter, het is een van de vrouwen uit het dorp waar ze zijn. Ja. Even kijken hoor mensen. Ja, hier zie je dat. Een hele goede middag, u bent erin. Hallo. Goedemiddag, meneer Sien. Ah, meneer Guillaume. Ja. Iedereen maakt zich druk om meneer Bouterse. Ja. Amanda Broekobaka, toch? Ja. Ik is net wel een mooi foto, Ving. Weet ja. Je, waar hij zit te genieten in het zonnetje van Suriname. Hij moest dit erop, hè? Omdat de NDP gedonder of vallen uit elkaar. Oei. Want als de topstream Doekie naar Abrahams. Ja, vertel. En Doekie is de achterhang. Ik weet niet wie achter Abrahams staat. Volgens mij de president persoonlijk. Maar het is nu Amam Leem. Afro buitenlandse zaken voor tussen even quarantaine. Dat wat ik heb hier voor de schrijf voor hun naar bende. Hago kibri, hago dok. Een persconferentie, ook hier over gezondheidszorg, over een gedeelte dat die. Dat volgens mij, een minister, naar de deskundige, de man BOG, de man het nu wacht in Makawan Tafra. Maar ik is wel vice-president bij 100 miljoen aardappelen naar de uien. Nee, begrijp dat zelfs, of morgen? Ja. En ik moet zelf zeggen, die volgens mij kon begrijpen, dat nou waar vrouw gaan van in haar konden. Ja. Want daar ben je een plein met een man die ben je. Dan, alles aan go op slot. Minnetak ben een pot alles aan op slot.
maatregel in treffen de Povikina visie. Precies, ja. Zij nu. Dus maar ik abraf zijn lorang, ga albina, albina ga zijn lorang. Dat zij nu al die tijd. Maar en jou, bouten ze de bezig, zit daar aan broek op bakken van kant, aan broek en bakken dat gewoon. Minder ik ook een broek op bakken moraf. Maar meneer Gio, ik begin een mooie vraag, Abrahams dan Juki. Ja? Ja. Ik ben Aksimi, zomaar, zijn er aanhang voor Juki? Ik heb zei de mek Juki aan Bigi Mofo? Ja. Juki aan Bigi aanhang, en aanhang voor Juki neng Roger Khan. Oh. Engel bescherm Juki. En ja, ik heb Bouterse, sabi zomaar naar Roger Khan. Omdat Bouterse mek gebruik voor de dienst of een. Maar nou, Isabi, de best rot heen, maar luzo. En ja, en dan doe ik naar Biggie Mati. En ja, Abrahams moest luboom, Isabi. Want if a man dat ik kort zo ben straf, en die kunnen piraterij zijn vinden plaats te poosen. Ja. Voor de karing, voor zijn akkus voor zijn naam. Dan mek grap naar de man die is naar Guyana man. Ja, ja, ja. En de man is moeilijk, de sikina de normaal. Mi garo vite. Teis drena sabi se mus denki se nas te praxer. Mi potia praxer bruti. Me ana yude fu de mandrape. Ja. De mai kong de mai liker de mai gue. Ja. Ja. Wo posite de na parlement i dote ja ik heb het al begrepen. I bedoel dat bam bam bam. Voor ja. Kira microfoon. Ik bedoel. Ja. We lachen, maar het is triest, hè? Ja, 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 het is triest. Ja. Maar ik zou zeggen dat ik het triest ben, meneer Gio. Als men het besef, dan ik zei ik, ja, ik heb het al begrepen. Het gaat niet om jou dat je het begrepen hebt. Weet je, het gaat, jij bent de voorzitter, je moet je mond dicht houden. Dan is dat niet, ja, maar ja. Dan ik zei ik, hey, tapas aan niet, kieren, ja, klaar. Volgende, is dat blij. We maken jazo in Rotterdam, denk ik, bij Kona Studio. Maar dat president mag gebruiken om niet van kon van wani en dan die verantwoord. Ja, de mandat hier, de man. Ja, dat nog wat ik niet gebruik en ja, volgens mij is het goed dat het per se keel zijn, ik was man. En dan hadden we die idee, zo, oh, 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 maar ik niet. Nou, waarom je wang? Toch, gada. En dan hadden we die was en dan de president, dat je precies, dat ik gebruik toe zonder die taxaie dwang. Maar ja, want toen de ETD briebi in aan van die baas, baas, wat na zo'n karama toe baas, baas. Is goed, ik luister verder. Abo meneer Gio, bedankt voor uw belletje. Oké. Okay. Oké. Okay. Ja mensen, ik hoop het niet hoor, Isabi. Want Doekie gaat flink misbruik maken en gebruik maken van die man Roger Khan. Ja. Wat wil ik zeggen? Even kijken hoor mensen. Nogmaals, ik vind het een mooie foto van die Bouterse. Het is niet zijn kleindochter, een van die vrouwen van het dorp. Ja, oké. Okay. We gaan naar mevrouw Annemarie. Ja, die achternaam ga ik niet doen. Goedemiddag, kan iemand me helpen? Ik kan Stanvasta aan een tijdje niet ontvangen. Afgelopen week heb ik gebeld met een medewerker gesproken. Deze gaf als advies om naar TuneIn te gaan. Ik heb het advies opgevolgd en wat blijkt. De blanke zenders die ik krijg, ik wel, maar als ik op zijn vaste of maar klik, dan krijg ik steeds weer te zien, er is een fout opgetreden, ik krijg niets opgelost. Hoe kan dat? Nou, mevrouw Annemarie, ik ga u eerlijk zeggen, ik heb dit probleem eerder gehoord en ja, ik ga het met de directeur erover hebben, want ja, als er luisteraars zijn die naar ons luisteren en dat niet kunnen, dan is dat niet goed natuurlijk. Daar moeten we werk van gaan maken, want we zitten hier uiteindelijk om luisteraars te benaderen, om ze te voorzien van informatie en niet om mensen te beïnvloeden hoor. Maar kijk, als u ons niet kan ontvangen, vooral niet op onze eigen site, ja, dan is het niet prettig natuurlijk. Het is geen goede reclame ook. Maar, nogmaals, ik weet één ding, hè. Die provider in Rotterdam, die is bezig en die gaat bepaalde dingen wijzigen. Ik weet niet of het daaraan ligt, want ik ben atechnisch. En ja, ik weet dat het...
ook dat probleem heb in mijn woonomgeving. Een hele goede middag, u bent erin. Meneer Singino weer. Ja. Ik had dat probleem ook, hè. Uh-huh. En mijn zwager die heeft het nu op tuinen gezet, no? Tune in, laat maar even kijken. Ja. Want bij mij was het op aandacht volgens mij. Ja. Op een gegeven moment kon ik niks vangen. Ik had een paar keer gebeld naar de studio en het ging ook niet. Heb ik mijn zwager gevraagd om even te komen. Ja, tune in is dat. Tune in, ja. Ja. Tune in, en dan, ja, correct. Ja, en dan komt het goed? Jawel. Maar het moet niet zo zijn, want kijk, we hebben een website en ja, Surinaamse mensen die moeten daar vrijelijk op kunnen gaan en naar ons kunnen luisteren. Want anders is dit soort jongen, dan is mensen die zijn benieuwd naar wat we aan het zeggen zijn en wat voor informatie. Want kijk, meneer Guillaume Jusrevi, je bent onderdeel van Stanvaste, mevrouw Roberta, meneer Hoes, al die mensen. Jullie komen met informatie, die mensen zitten daarop te wachten. En ja, die mensen die vinden dat belangrijk en de toegang daartoe moet niet onderbroken worden door storingen aan de sanatie. Maar dat is iets voor de directeur van Stanvassen. Ik ga mijn berichtje achterlaten, zodat hij daarvan op de hoogte is, weet je, dat het misgaat. Ja, die mevrouw kan ik niet luisteren momenteel, dus... Als iemand er kan zeggen, dan kan ze op www Surinaamse radio. Uh-huh. En dan tune in. Mevrouw Annemarie, ik hoop dat u luistert naar meneer Guillaume. Dus www Surinaamse radio. Ja. En dan? Tune in. Tune in. En dan krijgt ze een lijst. En dan moet ze gaan naar even kijken hoe dat hier werkt. Want je hebt een paar handelingen te plegen. Nadien, daar is het niet zo moeilijk. Uh-huh. Het gaat zichzelf wijzen. Ja, dan ga je naar zoeken. Uh-huh. En dan ga je naar op locatie. En dan krijg je Nederland. Dan ga je naar Rotterdam. En dan krijg je Stanvaste. Oké. Okay. Is een beetje zoekwerk, maar dan... En die geluid is goed. En ja. Mooi. Ik kom van allemaal hier. Oké. Okay. Oké okay, dan. Goed, mevrouw Annemarie, u hoort het, hè? Een vaste beller bij ons, wat hij gezegd heeft. Maar meneer Guillaume, thanks, hè? Oké. Okay. Abon. Oké. Okay. Hoi. Ja, mensen, dat is leuk, hè? Wat een zender, hoe verbindend een Surinaamse zender kan zijn. En nogmaals, mensen, u hoeft het niet eens te zijn met ons. Kijk, net als die kritiek die meneer levert over die inheemse. Is toch prachtig dat? Een hele goede middag. U bent erin. Ai, dankjewel. Goedemiddag. Ah, mevrouw Lisbeth, hè? Ja. Goeiedag. Nou, ik heb een hele poos naar u zitten luisteren. U heeft het over een heleboel gehad. Dus ik vraag me nu af waarop ik eigenlijk zou moeten reageren. Ik ben echt benieuwd naar feedback. Feedback, ja. Laat me het toch wel over hoefdraad hebben, hè. U vroeg zich af of hij gehoord was. Ik heb begrepen dat hij is gehoord, hoor. Ja, hij is gehoord. En ik begreep ook dat hij het een en ander verklaard heeft. Ja. Hij zei bijvoorbeeld dat hij kennis droeg van die relatie die de Centrale Bank van Suriname had met een Belgisch bedrijf. Maar dan is dat niet toch. Gelukkig kennen we deze mensen. Hoe hard of ze liegen. Hmm. Want die leren niet zo'n beetje ook. Want dan zegt hij, of laat me zeggen, wat je dat is nou horen zeggen. Ik heb begrepen dat hij gezegd heeft dat hij niet wist of dat hij nooit opdracht heeft gegeven. Toestemming heeft gegeven tot een, wat dan ook. Dus dat hij toestemming heeft gegeven om wat dan ook overeen te komen met dat bedrijf. Dan minimaal begrijp pas aan die zee. Hoefdraad een man die zoveel inzage wilde hebben in die armzalige kinderthuizen. Hè? Die moesten alles, de hele boekhouding moesten ze aan Hoefdraad laten zien. Eer Hoefdraad hun een stuiver gaf. Dan weet je dat er zulke zwaarwichtige dingen spelen. Je weet hoe het er aan toe gaat bij de Centrale Bank, want je hebt er zelf ook gezeten. Maar dan ga je niet vragen om de dingen in te zien.
Je wilde dus niet op de hoogte zijn van wat er daar gebeurde. Ondanks het feit dat je weet dat ze bezig zijn. Je wist dat de centrale bank contact had met dat Belgisch bedrijf. Maar dan, in hele koe. Ik snap dat niet hoor. Dus ik geloof hem niet. Ik geloof hem absoluut niet. En mijn Fanny zegt, er moet echt wel een degelijk onderzoek komen. En niemand die fout is geweest, moet vooruit komen. Nou, een moment om vooruit gaan. Iedereen die gerommeld heeft daar bij de bank, die moet gewoon hangen. Want je ziet toch dat ze al een paar dagen vergaderen, de centrale bank en Fanning en die andere banken, hè. Laat me zeggen, de lokale banken in Suriname. Ze vergaderen al, maar ze kunnen geen overeenkomst bereiken. Want de centrale bank wil koet dat er op papier komt te staan dat niemand strafrechtelijk of civielrechtelijk vervolgd moet worden. Is een anudoti. Dat hoe dan? Nu zoomen naar jou, is blijk dat je rommel. Moet je gewoon hangen. Want anders was Sandy Sneeuw op nooit morgen, toch? Ik heb slecht nieuws voor u. Roept u maar. Het gaat niet ophouden. En ja, kijk, dat ding wat er nu gaat gebeuren. Als er nooit opgetreden wordt. Nee, er gaat opgetreden worden. Maar kijk, dit gaat, dat onderzoek gaat uitwijzen. Want voor de verkiezingen wil men dit alles hebben opgeruimd. Kijk, deze mensen als Groefdraad en Bouva en al die mensen, die zijn niet gek. Die zeggen van, kijk, voor de verkiezing, want de kans wanneer we na de verkiezing, wanneer blijkt dat we de verkiezing hebben verloren, dan wil ik een schone lei hebben. Dan wil ik hebben dat er al besloten is over al die malversaties die we gepleegd hebben. En dat een rechtbank en een PG of een OM gezegd heeft van, ja, nee, kijk, die dingen zijn niet strafrechtelijk vervolgbaar. Het gaat tot niets leiden. Ja, dus dat wil men hebben. Daarom ziet je dat er snelheid achterkomt nu. Oh, dus u wilt me vertellen, want dat zijn we ook een beetje van ze gewend. Ja. Dus u wilt me vertellen dat ze nu de wetten gaan wijzigen. Door met de wetten al zodanig dat die, if blijkt dat ding vervoer, laat me het zo zeggen, if blijkt dat echt ding dief, dan doe ik vrij uit. Dat nog niet. Maar ik wil dat best wel geloven hoor, want we kennen ze toch. Ik ga dan trekken leningenplafond op, zodat ze dat ding kan voeren. En dat de nog aan straffen. Je ziet nu de onderhandelingen die er zijn tussen de centrale bank van Suriname en de lokale banken. Men wil goed op papier hebben dat geen enkele medewerker die zich hier aan schuldig heeft gemaakt, strafrechtelijk wordt vervolgd. Minimaal, stel niet voor dat naar de sleutel naar de wetten. Nee, je kan het ook via de rechterlijke macht doen. Dus een rechter, ik kom. Ik zou de man doen aan de man van EBS. De man dacht, ja, luister, kijk, ik doe een uitspraak. Die mensen zijn gewoon niet strafbaar. De man paye 50.000 SRD. En zij stelen dan 13 miljoen. Ja, dan, kijk, die verhouding is scheef. Maar ja, dat is straf aanmaakbaar. Precies zo gaat het gebeuren met al deze mensen. Ze krijgen een straf, zogenaamd. Maar ja, ze hoeven niets te doen. En dan kunnen ze gewoon verder. Maar bij strafdenkbaar, je kan ze niet voor hetzelfde feit twee keer straffen. Dat nog kan. Ja, maar dat doet de Wolfman of wie dan ook. Dat die Serna nou aan bananenrepubliek. Ja, dat hoeft niemand op zijn achterpoten te gaan staan. Ja. Want dan klopt het gewoon als er op deze manier gerommeld wordt. Aan elkaar. Look, dus meneer Frangi of de Finabank, ja, die vraagt om een strafrechtelijk onderzoek naar een Van Trek. Die actie, meneer Hoefdraad, in zijn parlement, tak van wakker. Die kerel blijft zo vaag. Ik verstond helemaal niks, ik begreep niks, ik wist niet meer waar ik het zoeken moet. Maar meneer begrijpt ze, hij legt uit. Hij was echt heel erg vaag. Nou, dan is hem gonna nakroetoeren, dat rechter wijst want dusdanig gevonden. Dan weet ik het ook niet meer. Nee, dan maar je gaat schrikken. Je schrik heeft zien, vonden ze, zang van rechter inwijzen in zijn naam. Maar, kijk, iemand als meneer Franchi,
Dat is een grote crimineel, laat mij het zeggen. Dat niemand hoeft het te zeggen. Hij is een grote crimineel. Door hem is dit ding kunnen ontstaan. Mm-hmm. Want ze hebben samengewerkt, de Hakkerinbank, die man van DSB, die Coutinho en die Franchi. Die hebben gewoon ervoor gezorgd, wetende dat dat geld die ze van die burgers hebben genomen, dat dat door de Hoefdraad misbruikt gaat worden. En Bouterse, dat wisten ze van tevoren. Waarom? Ja. Omdat zij betrokken zijn hier in Nederland bij dat 19 miljoen onderzoek. Weet je, dat geld van meneer Franchi die bij die 19 miljoen betrokken is. Nederland verdenkt ze van witwassen dat dat geld van crimineel, een criminele afkomst is. Okay. Mm-hmm. Dus wanneer meneer Franchi in Suriname niet meedoet, kan hij naast meneer Oudiet hier komen zitten. Mm-hmm. Weet je, dat hij uitgeleverd kan worden aan de Nederlandse staat. Dan heb je een probleem, ja. Dus hij gaat altijd van alles doen om zijn hachje te redden. En daarom zeg ik, je moet hem niet geloven. Hij is gewoon crimineel bezig. Mm-hmm. Ja, maar wie niet dan? Ja. Wie niet die daar sympathiseert met de iedereen die samenwerkt met de dingen, met de NDP, moet je gewoon zeggen, kijk, als je al van tevoren weet, je weet op voorhand al dat deze mensen graag criminele activiteiten gaan door laten plaatsvinden en je gaat meejoinen, ja, dan je was erbij, dus je bent erbij. En ja, dan moet je niet klagen. Dan kunnen we jou altijd voor beschuldigen voor medeplegen. Ja, echt waar. Ik snap het gewoon niet meer. Hè. De boy die is lang op een ai. Gewoon lang op een ai. En je kunt zeggen droge ogen. De boy je bedonder als zaak gewoon. En niemand, maar dan ook niemand die echt probeert op te treden. Iedereen zit en kijkt ernaar. Iedereen zit en kijkt ernaar. Aan de kant toch, de Assand is echt meneer zien. Dat met drie bieten aan een hoop hier, hè. Dat je dat betreft ons of collibatorie, want dan is het maar een broek hoe is het. Dat ik hoe aan de over de Ingi. Ja. Maar we moeten zo zien, kijk. Je moet het gewoon bespreken. We moeten het gewoon met elkaar bespreken. En laten zien en stelling innemen dat wij Surinamers, die hier woonachtig zijn, het afkeuren. Jij mag dat doen. En de Theopina en Theo Kona Uno, want kijk hoeveel financiële ondersteuning we geven aan Suriname. Particulier initiatief, hè. Buiten de overheid om. Maar particulier initiatief aan te huizen, aan al dat soort dingen. Weet u, dan moet je nagaan van, kijk, tussen namang odrijden de montijtag, nee, luister nou, we helpen jou niet. We steken geen poot meer uit naar jou. Bij no mobari. Ja. En je moet nagaan, hè. Kijk, elke Surinamer die naar Suriname gaat, ja, die kiest ervoor om Suriname te ondersteunen. Waarom? Je gaat, je koopt een ticket. Je gaat dan, in die ticket zijn er belastingbedragen opgenomen, landingsrechten, afhandelingskosten op zanderij, luchthavenbelastingen. Dus als je niet komt, ja, dan verdient die luchthaven niet aan mij. Als je niet komt, verdient die vliegtuigmaatschappij niet. Ja? Als je niet komt, krijgt de staat geen geld om van die toeristenkaart. Ja? Als je niet komt, ja, you know, go buy one extra. Die restaurant heeft dan één persoon extra. Boven die 550.000 mensen die daar wonen, is er iemand extra die een glas bier gaat kopen, een portie eten of wat, dan verlies je dat. Als je dat wilt kwijtraken en je begrijpt dat niet, ja, dan ben je niet gerechtig om gedoemd te zijn tot mislukken. Want je hebt het over jezelf overgeroepen. Ja, daarom je ziet dat je Lukuno kijkt, omdat je mensen afstoot. Lukuno Doisri, ja, Amerikaan, tegen Amerikaan, als er namang ik kom, tegen Bakra, Nederlander, unu sanamai go. En inaf potunu edin unu leg gado. Maar je moet goed begrijpen, want kijk, ik ga niet naar Suriname, ik neem mijn geld, ik ga naar een ander land. Maar je hebt Surinamers die zeggen, oké, ik kies daarvoor. Dat wil zeggen, die Surinamer kiest daarvoor om jou te ondersteunen. En als je dat niet begrijpt, want kijk, ik kies daarvoor om jou niet te ondersteunen, ik ga naar een andere plaats. Weet je, met ik mijn money go dan krijg je die luchthaven vandaar
die landingsrechten, de gelden, die luchthavenbelasting. Die maatschappij van dat land kreeg een passagier extra, Mikong. Die paaien ticket naar één. En als Surinamers dat niet begrijpen dat je dat nodig hebt. Suriname isoleert zichzelf. Ja. Ja? Want kijk, die SNM-kist, wij betalen met euro's. Ik weet niet vanuit Suriname. Ja, ja, ze het moeten ook hetzelfde doen, hè. Ze moeten ook hetzelfde doen. Ze accepteren geen Surinaams geld. Ja. Dus ik begrijp het niet, hoor. Je vraagt je steeds weer af, wat doen ze met al de gelden die ze innen en die ze verdienen? En met al die leningen. Ik snap het ook niet meer. Je wordt echt moedeloos met de zin. Ja. Ik ben er moedeloos van om te zitten kijken hoe gewoon steeds weer er een nieuwe governor komt. En binnen de kortste keren is er zoveel gestolen. Er wordt geleend. Een minister die gewoon geen verklaring kan geven van dat geld. En zegt doodgemoederd. Nou, dat is verdampt. En iedereen zit en kijkt ernaar. Deze kerel die hoeft eruit te ons dat heel ding daar in het parlement. Die mensen moeten op die kerels inbeuken. Niet letterlijk, hoor. Nou, niet letterlijk, maar... Met woorden. Ja, precies. Ja. Je moet die kerels echt van langs geven, man. En steeds weer glasharde dingen ontkennen. Steeds weer glasharde. Terwijl ons dat dondersgoed dat weer allemaal. Huh? Nee, ja, echt waar. En dat mensen zich haasten om governor te worden. Ik vraag me ook af waarom dat moet. Ja. Waarom moet dat? Dat zo porne je go teken, you know, ogo ma broko. You know, man, doe niks. En nog wil je daar in de rij gaan staan. Je wil erbij horen. Je kan erbij horen, maar dan anders. Niet als governor van de centrale bank of willen werken voor dit NDP. Die verkliek je. Dat gaat niet werken, dat moeten mensen niet willen. Want je bereikt toch niks. Ze bereiken niks. Je denkt dat ze zo weer in de Lukasamit van trek. Of je gaat een kennelijk doel voeren. Ik snap het niet, hoor, meneer Singh. Ik snap het echt niet meer. Maar goed, ik wil het heel even hebben over dat van de begraafplaats, hè. Ja. U heeft het toen gehad over een begraafplaats die de mensen hebben omgeploegd. Ja. En gewoon dat zand verkocht. Ja, goed zo. Ik weet het niet, hoor. En als je dan naar de SRS luistert op de middag, dan hoor je die Limburg roepen van, ay, sommer, ik wil het absoluut niet opnemen voor zo'n hardje, hoor, want ik zie hem ook liever gaan dan komen. Ja. Maar, ik bedoel, if je roept sommer niet zo van, sommer tikbron, atik alibi, want sportveld nummer bij libi van de bintiki. Je hoort de hooghart ook kakelen een heleboel. Je ziet Snijder zo naast hem zitten. Je ziet dat Snijder te vragen, eigen afstand niet dat de massaat zijn aan man, ja. Hooghart begint te roeptoeteren over, ja, dat een goppie, dan dat joggietik om een groen, dan 300 hectare, dan... Maar dan zwijgt die kerel op dat moment ook meteen over alle gronden die NDP die voor hebben. Waarom rekent hij dat dan niet uit? Laat hij ons vertellen wat de gronden en van Abrahams en Boutersen en Boerenveen en ga zo maar door. Wat die opbrengen? Nee, dat hij vergiet hij. Je Limburg geen leg uit van sommer tik om een groen, sommer tik, sa tik, sa tik, zijn brieven. Ik denk aan die Limburg naar Karina Dane Sabi. Maar alleen tik dit mee. Alleen tik dit mee en zie je hem bakken naar geklets. Laat hij dit dan ook meenemen, toch? Want zat de NDP die voor die zet tikkie? Is niet eenvoudig, hoor. Het is niemals. Heeft hij potent tegenover dat voor zon, hoor. Dat is een momtje wat er die de voorman die ziet. Of voor Akibami. Maar Lisbeth, kijk nou. Dit is heel erg, omdat waarom? Het gaat om een laatste rustplaats van die mensen. Uh-huh. Ja? En die laatste rustplaats, die kan ons een hoop leren over deze mensen. Omdat er onduidelijkheid is over de herkomst van deze mensen. Ja, maar daar zijn deze dieven niet in geïnteresseerd. Ja. Het maakt hen niks uit. Ze geven van alles weg. Ja. Niks is heilig voor ze. Goed, nou, en als die dat voor me af NDP. Je
no, toch? Minnesap is naar boven Suriname of zo'n gebied. Je hebt een paar Maron-jongens die op stand zijn gekomen. Dan nooit je er 2 maanden voor de verkiezingen, hè? Hebben ze 8000 hectare aan concessie uitgegeven aan iemand. Dan 2 maanden voor de verkiezingen ga je tegen die concessiehouder zeggen van, nou, je gaat hier niet kunnen werken, maar elders, we gaan ergens anders voor je zoeken. Dan gaat die concessiehouder die al geïnvesteerd heeft, neem ik aan, in dat gebied, heel rustig zeggen van, ai, oké, dat je moet trapresie. Dat werkt niet, je ziet zo dat dit een doortrapte set is. Dan wacht ik gewoon te afverkiezing go, is afverkiezing go, wat ik natuurlijk ook hoop, dat ago. Dan gewoon als wijkjes en concessiebakken. Want de boy is nou als afverkiezing. Ja, ik hoorde B in ABC Actueel zeggen dat Bouterse zelf gezegd heeft van, van je kan organiseren afverkiezing. Dat je lasing, als dan dat nog kan. Nou, dat is een big batog. Dat de ones man afleg me uit dat in Suriname er eerlijke verkiezingen worden gehouden. Want ik blijf erbij dat sowieso een afgelopen verkiezing. Nou ben je wat eerlijke verkiezing. Dat me het aan taki. En als je actie me tak maar dat pa bewijs, dat dan hoe je a bewijs toch. Zonder voor informeren volk of wie dan ook. Dan heb je een stembiljet. Dit is voor het eerst in de wereld, in de geschiedenis gebeurd van Suriname. Hoe dan? Ja, alle fassie den boy die zegt, sorry, dat de nou habit te maken, dan gaan jullie moeten gewoon doorgaan. Anders in het trekken leeftijdgrens op dat silos kan thans doen dat bij. Anders in het kunnen gaan doen zo'n soort sandici. Terwijl je afspreekt met politieke partijen, dat ze ook mensen kunnen aandragen of voorstellen om mee te doen aan dat werk allemaal, wat de verkiezingen betreft. En dan plotseling je stopt dat je niet accepteert de medewerkers, ja, medewerkers dan, de politieke partij is stel je voor, dat je komt gewoon door naar die view. Ook alle districtscommissarissen, en die B-districtscommissarissen. En dan zullen zij voorzitter zijn van alle stembureaus, dan want hij je met taxano geboom. Zomaar want dan schrijf je me op, want ze niet meer zien. Slapen doen we s'nachts. Ano, no, ja, fili, aji den boy. En dus, las ik ba ook aan taki. Dus, mijn man, no, mijn sabi here, mijn takke ete wanker. Abrahams heeft luidkeels geroepen. We teka strati vanaf 22 januari tot 25 mei. Mijn etaki, a volk eteka strati vanaf 26 mei. Als blijkt dat den voerman die zie. Wie na verkiezing aan elkaar, dit moeten de leiders, de oppositieleiders, niet accepteren, want ze hebben heel veel geaccepteerd. Gewoon je met den boycott voor wie de pre-electorale combinaties voor zijn verkiezing. Dan weet ik ja, nou een manier doe niks. Jongen, aan elkaar meneer Singh, aan elkaar. Ik ben het met u eens mevrouw Lisbeth, maar ja, hoe mag je dat aan elkaar, maar in Suriname kan alles. Isabel. Ja, Surinamers, omdat Surinamers geen fighters zijn. Nee, we zijn helemaal murf geslagen. En, ja, ja, een fighter. Daarom wil ik Aladdin streven tegen de voerman die zie. Maar mevrouw Lisbeth, ik moet u eerlijk bekennen, meneer Pinas is er al. Okay. En ik ga moeten overdragen. Maar het was heel leuk om met u weer te praten. Ja? En, ja, u bedankt hè. Graag gedaan. Oké, dag. Mensen, ik ga overdragen, maar ik ga meneer Pinas één ding vragen. Nou, dus tot 7 uur gaan. Hè? Nee, tot 7 uur gaan. Nee, ik moet weg. Ja, oké, ik wil jou vragen, kan je hier naar luisteren? Ja, even. Weet je, dan moet je hier goed naar luisteren, ja? Even kijken, ja. Deze. Is maandag in behandeling genomen in de Nationale Assemblée. Bij het ministerie van Volksgezondheid is er geen informatie bekend over een brief die handelt over een betalingsachterstand van ruim 300 miljoen SRD aan de ziekenhuizen. Dit zegt minister Antoine Elias in reactie op verklaringen van de Vereniging van Medici in Suriname die via de interpellanten aan de orde zijn gesteld in de Nationale Assemblée. Bij het SZF is geen brief bekend van een openstaande schuld van 300 miljoen SRD. Niet van de ziekenhuizen individueel en ook niet vanuit de Nationale Ziekenhuisraad. De laatste meeting met NZR dateert van vroeg in 2019. Het SZF en de ziekenhuizen
zijn wel in een matching procedure om gezamenlijk vast te stellen of er eventuele verschillen bestaan in de declaraties en de afhandelingen. Vraagstelling hoe SZF-verzekerden zonder bijbetaling hun zorg gegarandeerd kunnen krijgen. Indien een SZF-verzekerde zijn eigen bijdrage niet kan voldoen, kan hij zich hiervoor wenden tot het ministerie van Sociale Zaken. Afhankelijk van de bevindingen van voornoemd ministerie wordt de mate van ondersteuning vastgesteld. Er is informatie opgevraagd over de jaarverslagen van het Staatsziekenfonds. Over recente data beschikt het ministerie van Volksgezondheid niet. Wel wordt gesteld dat er aan operationele kosten ruim 70 miljoen per jaar nodig is. Het SZF verkeert in een niet al te gunstige financiële positie. Toch zijn er leningen gesloten om onroerend goed aan te schaffen. Dit besluit wordt als onverantwoordelijk geacht door delen van het parlement. Ik vind niks normaal. Ik heb samengevat wat is gezegd. Daar komt het op neer dat een minister hier komt zeggen 70 miljoen overheid kosten is normaal. Tot nu toe is niets gecontroleerd, niets is aangegeven, voorzitter. Omdat ik allerlei cijfers hier produceren en aangeven van dit is... Dat is gecheckt en dit is wat wij opgeven als SZF, voorzitter. Als ik de cijfers zo volg en de disputen die er in die samenleving, als VMS bijvoorbeeld zegt wat de achterstanden zijn, en men zegt er is een verschil van inzicht, eigenlijk kan je praten over een groter schandaal dan centrale bank, dan wat er daar bij SZF gebeurt, voorzitter. Maar het is gewoon dat men geen transparantie wenst om de juiste informatie, die informatie kan je niet controleren. Voorzitter, als gesteld wordt dat met hulp, met name door leningen van de commerciële bank tot stand is gekomen, de vraag is dan, hoe vindt dan de aflossing plaats? Zeker als er gezegd wordt dat huisartsenposten gratis medische hulp verlenen. Dus waar komt dat geld vandaan? En ik hoor mensen zeggen, ja, de minister praat alsof alles goed zit. Alles zit niet goed. Natuurlijk niet. Wanneer zit alles goed? Maar alles, voorzitter... Zit ook niet fout. Standvast Radio. Voor u, voor jou, voor ons allemaal. Come on! Standvast Radio.